Goed, collega's, onze voorzitter van deze commissie, lid van Groen. Kom jongens. Met de trein, hij staat in de file. Ah, hij staat met de trein in de file, dan is het goed. We beginnen met de bespreking van de algemene uitgavenbegroting. Verslaggevers zijn er al. De toelichting is ook gegeven, dacht ik. Dan is de vraag, zijn er collega's die willen tussenkomen? Collega Rombouts. Dank u wel, voorzitter. Ik ga ervan uit dat wij de begroting en de beleidsbrieven in geheel bespreken. Minister, ik wil u in eerste instantie hartelijk danken voor uw beleidsbrief en ook voor uw begroting. De beleidsbrief geeft een mooie weergave en gestructureerde weergave van allerlei acties die ondertussen reeds op touw gezet zijn, ondertussen ook lopende zijn. Er zijn geen zaken die volledig uit de lucht kwamen vallen, zal ik maar zeggen, die ons deden verrassen, maar het was wel een heel mooie weergave van datgene en al het werk wat momenteel al op touw gezet is. Eveneens ook wat de begroting betreft, minister, wil ik u ook proficiat wensen met de begroting die u bereikt heeft voor het beleidsthema jeugd. Dat zijn een aantal zaken extra toch die adem- en zuurstofruimte geven aan het jeugdwerk. Nu, mijn collega Orrie van de Wouwer zal daar straks ook dieper op ingaan. Ik ga zelf even met u graag stilstaan bij de beleidsbrief. En meer bepaald, minister, ik zal niet dadelijk stilstaan bij de thema's die we ook de komende weken nog gaan hebben hier in de commissie, want daar gaan we hier nog de nodige tijd in kunnen investeren, namelijk het decreet bovenlokaal jeugdwerk, het decreet bovenlokaal cultuurbeleid en ook de mogelijkheden voor het jeugdwerk daarin. En de evaluatie van het decreet jeugdverblijven, daar komen we kort links op terug, dus daar ga ik nu de tijd niet aan besteden. Maar wel een aantal thema's, minister, die zelfs misschien wel zeer actueel zijn en waar daar toch wel een aantal vragen of ook een aantal bezorgdheden nog leven. Het eerste punt gaat over het vrijwilligersbeleid. Gecoördineerd vrijwilligersbeleid en de nieuwe federale statuut vrije tijdswerkerverenigingswerk. In het kader van het gecoördineerd vrijwilligersbeleid keurde de Vlaamse regering in maart een knelpuntennota goed die ze wou bespreken met de federale regering. Een van de aspecten die daarin werd opgesomd was de uitdrukkelijke vraag vanuit de sportsector. Een sportsector die eigenlijk aandacht vroeg om een semi-agoraal statuut uit te werken en daaraan gekoppeld de vraag om te onderzoeken of een dergelijk statuut naast het vrijwilligersstatuut en het reguliere arbeidsstatuut een meerwaarde zou kunnen betekenen voor eventueel voor hen en eventueel andere non-profit sectoren. Nu, minister... Het was dadelijk ook duidelijk dat de jeugdsector zelf niet dadelijk warm liep voor dat verhaal. Nu, inmiddels heeft de federale regering in de Relaanse wet wel een statuut voor het verenigingswerk uitgewerkt, dat eigenlijk veel verder gaat dan de initiële vraag vanuit de Vlaamse regering. En dat roept ook heel wat vragen op in de ruimere vrije tijdssector. Namelijk, als je zo een tussenstatuut zoekt, moet je natuurlijk zoeken naar vaste grond. En dit is een discussie waar heel wat evenwichten bij komen kijken als je ergens een tussenmot wil doen. En daar zitten dus door de hele discussie die ondertussen gebeurd is toch wel heel wat vragen. Nu, in het antwoord op vragen van uitleg van collega Van Rompuy en ook collega Caron over de lijst van de toegelaten functies voor het nieuwe federaal statuut verenigingswerk, die ook opgenomen is in het ontwerp KB bij de Relaansewet, stelde minister Muiters in de commissie Economie op 9 november, en ik citeer dan heel graag, vanuit mijn bevoegdheid voor sport heb ik gevraagd dat de lijst voor de sportsector integraal zou worden overgenomen, hetgeen ook gebeurd is. En voor de sport hadden we dus een heel goed voorstel, wat dus ook is overgenomen. Voor de overige functies in de lijst van verenigingswerk, die onder andere deelsectoren van de non-profit vallen, werd informeel teruggekoppeld met mijn collega's. Nu, ik vermoed dat minister Muiters dan bedoelde op de limitatieve opsomming die wij kenden, namelijk, en ik geef die ook graag even mee, animator, leider, monitor of coördinator die algemene of sociale, culturele vorming, sportinitiatie en of sportactiviteiten verstrekt, of persoon die actief is binnen de jeugdbeweging en of speelpleinwerking. Beheerder, huismeester, monitor of bewaker van vakantiekolonies, speelpleinen en jeugd- en sportkampen. Coördinator of beheerder van jeugdhuizen. Maar
Die lijst, als we nu kijken naar de lijst van de toegelaten activiteiten in de ontwerpteksten, die is nog veel uitgebreider geworden. En ik wil ze niet helemaal, maar toch een stukje meegeven. Namelijk personen, als eerste punt, personen die actief is bij initiatieven voor samenlevingsopbouw, volksontwikkeling, organisaties voor de bescherming van het leefmilieu, cultureel en historisch erfgoed, ontwikkelingssamenwerking of educatie, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst. Tweede punt, hulp en ondersteuning bieden aan op occasionele en kleinschalige basis op vlak van het administratief beheer, het bestuur, ordenen van archieven of de praktische organisatie van activiteiten van sportverenigingen en zo meer. Derde punt, hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties, evenals websites met het oog op informeren, sensibiliseren of permanente educatie van het groot publiek voor sportverenigingen en zo meer. Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema's, evenals thema's met betrekking tot het leefmilieu bij sportverenigingen en zo meer. Nu, ook daar staan dan de jeugdorganisaties steeds in elk punt opgenomen. Nu, minister, datgene wat ik aangaf, het zal een evenwichtsoefening zijn en vanuit de sportsector werd daar... heel voorzichtig en bij de sportsector kunnen we verwachten dat er mensen zijn die een goed balans en evenwicht hebben, dat die op dat moment een oefening wilden starten, is deze, vrees ik, toch wel heel uitgebreid geworden. Want die lijst die ik net heb opgesomd, u moet maar eens proberen een activiteit te vinden die daar niet onder valt, denk ik dan zo. Dus minister... ik denk en vrees allee, terecht, er zijn een aantal vragen waarbij effectief het vrijwilligerswerk in totaliteit toch wel de slappe koord te veel misschien gaat doorhangen. En dus in deze minister wil ik u graag een aantal vragen stellen. Werd deze meer uitgebreide lijst ook met uw instemming opgenomen? Omdat, zoals ik aangeef, deze toch echt wel veel ruimer gaat dan datgene wat eigenlijk vanuit de Vlaamse regering werd vooropgesteld en zelfs heel uitdrukkelijk vanuit de jeugdsector de bezorgdheid werd geuit dat zij daar geen vragende partij voor waren. Tweede punt, door die gebruikte terminologie, u heeft net ook wel gehoord, dat is een terminologie die wij eigenlijk niet kennen in de Vlaamse jeugdwerksector, bewaker van de vakantiekolonies, onder andere. Reizen er ook heel wat vragen over de correcte toepassingsgebied van dit nieuwe statuut en over de verdringing van functies die nu ofwel inderdaad effectief vrijwilligers zijn, ofwel werknemers of tijdelijke werknemers, of door zelfstandigen in opdracht worden uitgevoerd. Wat heel duidelijk de bedoeling voor was om daar eigenlijk weg te blijven en het heel duidelijk scherp te stellen, zodat we echt weten over wat we zouden in onderzoek brengen, dreigt nu alles te verdrinken en het onderscheid helemaal weg te zinken. En een derde vraag. Minister, deelt u onze vrees dat deze opsomming inderdaad dus toch ook wel bedreigend kan zijn voor vormen voor het reguliere tewerkstelling en anderzijds het reguliere vrijwilligerswerk, onder andere in die jeugdsector, die zo belangrijk is. En dan kan ik mij wel indenken dat zegt van ja, niemand verplicht hen. Oké, dat kan, dat klopt. Niemand verplicht hen, maar als overheid heb je wel, denk ik, schep je wel het kader. Geef je ook wel stimulansen, geef je ook aan welke richting dat je toch wel wil gaan. En is natuurlijk dan net het scherpstellen van een aantal dingen net cruciaal om op het veld u ook op een goede manier te kunnen laten organiseren. Dus alleen zeggen, ja, het is niet verplichtend, ik denk dat we daar echt niet mee weg geraken. Maar dus in deze, minister, de vraag of dat u die mening ook deelt. En of u ook... als minister nog contact zal opnemen met de federale collega's en of er iets gebeurd is, wat de mogelijkheden zijn om dit misschien ook nog bij te sturen. Het tweede punt waar ik graag met u even kort over wil stilstaan, minister, is het masterplan diversiteit in het jeugdwerk en in het jeugdwerk. CD&V-fractie is zeer tevreden over het traject dat met betrekking tot diversiteit dat de jeugdsector heeft gelopen, ook geleid heeft tot een heel boeiende visienota diversiteit in en het jeugdwerk. En dat traject is samengelopen met de commissie jeugdwerk van de Vlaamse Jeugdraad, samenwerking ook met de ambassade en met Demos.
En wij zijn ook heel blij dat er gekozen wordt voor een masterplan 2018-2020, waarin strategische doelstellingen en ambitieuze concrete acties op een duurzame manier zullen gebundeld worden, zodat die eigenlijk ook, minister, en dat is denk ik de kracht van een masterplan, het is een plan vanuit een overheid die dan ook over de legislatuur heen kan doorgegeven worden. Want natuurlijk, ik hoop als u alles nog gerealiseerd zou krijgen, is dat heel fijn. Maar ik besef ook, we moeten realistisch zijn en met onze twee voeten op de grond kunnen staan. Trouwens, we moeten ook de tijd en ruimte geven aan het jeugdwerk om dingen mee te kunnen op touw zetten. Dus in die zin is dat tijdskader 2018-2020 heel interessant. En vooral dat het dus dat duurzaam karakter ook echt krijgt, dat het niet een one-shot is, maar dat we effectief als overheid daar een duurzaam verhaal van willen maken. En wil het minister dan ook oproepen om hier ook zelf met uw administratie ook mee effectief aan de slag te gaan. Want ik ben wel overtuigd, ook minister, de sector heeft in deze ook een heel boeiend traject mee afgelegd. Maar een aantal aspecten die in die visienota bijvoorbeeld naar voren komen, zijn heel belangrijk. Maar denk ik dat eigenlijk misschien niet dadelijk bij de jeugdsector zelf moeten neergelegd worden, maar vooral bij de administratie, bij de overheid. En ik denk dan bijvoorbeeld aan het investeren in onderzoek en in internationale netwerking. Dat lijken echt wel twee uitdagingen die heel duidelijk ook bij de overheid zouden moeten opgenomen worden. En ik hoop ook dat u dat u zelf de mening bent toegedaan en dat dus dat ook kan gerealiseerd worden. Nog een belangrijke natuurlijk, minister, is dat ook hier voldoende middelen moeten voorzien worden om dit plan uiteindelijk ook te kunnen realiseren. Maar ik ga ervan uit, als het masterplan en de acties en de doelstellingen er liggen, dat dus ook daar de ruimte voor wordt gecreëerd. Een derde punt waar ik graag even bij wil stilstaan is het evalueren en het herbekijken van de rol van de Vlaamse overheid ten opzichte van de lokale besturen. Minister, qua monitoring heeft u een paragraaf opgenomen. En ik wil hem even met u bekijken, hè, dus of citeren. In het kader van de monitoring van het lokaal cultuur, jeugd en sportbeleid werd dit jaar een dataverzamelingstool ontwikkeld waarmee lokale besturen de nodige gegevens over het vrije tijdsgebeuren binnen hun gemeente zullen kunnen registreren. In de zomerperiode werd dit instrument uitvoerig getest door een aantal pilootgemeenten. En daarnaast werden de nodige voorbereidingen getroffen voor een ontsluitingsplatform, lancering voorzien eind 2017, om een technische koppeling met externe databronnen mogelijk te maken. Hierdoor kunnen de gegevens van verschillende bronnen op één plek en op een uniforme manier worden samengebracht, zodat lokale besturen en beleidsmatig aan de slag mee kunnen voor de wijze waarop de ontsluiting van de gegevens zal worden aangepakt, werd een behoefteanalyse opgemaakt. Dus ik heb begrepen dat inderdaad die tool, om dat te maken, dat ook in overleg en de elementen die daarin zitten, goed overleg ook gebeurd is. We hebben altijd ook aangedrongen op monitoring, want uiteindelijk meten is weten en dat is een belangrijk gegeven. Maar natuurlijk, ik heb ook in het verleden al eens aangekaart, ja, de momenten en de wijze waarmee dat we willen en kunnen werken, die timing is ook heel cruciaal. En in deze, minister, zou ik u graag iets meer toelichting willen vragen bij die concrete timing. De concrete timing voor de uitrol van die monitoringstool. En ook de vraag, we weten allemaal, op lokaal niveau staan we in 2018 voor een bijzonder jaar ook. Er zijn nu heel wat jeugdraden die ondertussen ook beginnen na te denken, moeten we nog eventueel acties meegeven die kunnen meegenomen worden, ook in programma's van de verschillende partijen. We hebben nu ook stimuleren, zelfs ook jeugdraden, om verkiezingsdebatten mee te organiseren, om de betrokkenheid en de participatie van kinderen en jongeren te vergroten. Natuurlijk, zo'n tool kan ook heel interessant zijn natuurlijk, om te zien van oké, waar staan we en waarvoor gaan we moeten pleiten. Hoe zit het met onze budgetten onder andere ook? Dus mijn vraag, minister, zullen de gegevens ook bekendgemaakt worden voor de gemeenteraadsverkiezingen, zodat ze eventueel ook meegenomen kunnen worden in lokale debatten of eventuele verkiezingsprogramma's vanuit de verschillende jeugdraden. Volgend element waar ik even bij wil stilstaan, minister, is de interne staatshervorming en de overheveling van de taken van de provincies. De overheveling van de provinciaal jeugdbeleid hebben we deels ook al besproken bij het mini-decreet. De overheveling van de jeugdverblijfcentra Hanenbos, onder andere. En zullen we ook nog gaan bespreken bij het ontwerpdecreet bovenlokaal jeugdwerk begin december. Nu, daarnaast zijn er wel nog een aantal belangrijke aspecten van het provinciale jeugdbeleid
Waar ik enigszins bezorgd ben over een correcte nieuwe plek te geven. Nu, misschien minder de plek of de plaats, want ik heb in de verschillende debatten en discussies die we hier ook al gevoerd hebben, wel gehoord ook dat ze een plekje gaan krijgen, maar zeker ook de ondersteuning waarop dat zij dan uiteindelijk hun uitvoering moeten krijgen. Minister, daar toch enige vragen ook, of bezorgdheden nog over. Eén punt is onder andere het vijfpunt. Ik heb begrepen dat formaat de uitdaging wil aangaan om het vijfpunt ook in onder te brengen. En dat we dat denk ik ook daar op een goede en een positieve manier kunnen doen. Maar een vraag daarbij, minister, is, omdat me dat niet helemaal duidelijk is, krijgen zij hiervoor ook een deel van het budget dat overgekomen is van de provinciale middelen? Of hoe zit dat met hun budget? Want natuurlijk meer werk, of moet ook de nodige middelen natuurlijk voor zijn om de taak en de opdracht, die toch wel belangrijk is om die ook op een goede manier invulling te kunnen geven. Heel wat lokale besturen steunen ook trouwens op dat vijfpunt, dus dat heeft effectief ook wel zijn meerwaarde. Een tweede punt is de ondersteuning van het lokaal jeugdparticipatie en de jeugdraden. Ik denk dat het steeds belangrijker wordt, minister. En ik weet dat u jeugdparticipatie op zich ook een belangrijk item vindt. De jeugdraden ook een belangrijk item vindt. Steeds meer kijken we inderdaad richting het lokale jeugdbeleid. En ik ben ook van overtuigd dat het echt de beste plek is om uw jeugdbeleid op een goede manier uit te bouwen. Maar in 308 gemeenten een jeugdbeleid uitbouwen, dat is een uitdaging om dat op een goede manier te doen. En we hebben altijd kunnen genieten van bovenlokale structuren die ons daarin ondersteunden, die ons daar ook begeleiding in gaven, nieuwe ideeën in gaven. Want werken met jongeren, dat is ook iets evolutiefs en daar moet je permanent inspiratie voor krijgen. Nu, de VVJ heeft daar ook een heel belangrijke opdracht in. En ik heb begrepen dat ook dus die ondersteuning van lokale jeugdparticipatie en jeugdraad, dat die eigenlijk volledig zou komen te liggen bij VVJ. Dat wil zeggen dat de uitdaging voor VVJ ongelooflijk wordt en ik denk in de toekomst steeds groter zal worden. Nu, ik heb begrepen dat zij daarvoor een budget van 25.000 euro extra gekregen hebben. Op zich is het positief dat zij daar een extra budget voor krijgen. Maar ik maak mij een beetje zorgen, minister, en ik stel mij de vraag of u daar ook in voorzien heeft om daar een groeitraject bijvoorbeeld in te voorzien. Of hoe dat u daar tegenover staat, omdat als we kijken naar de investeringen die de provincie destijds daarin deed, ja, denk ik dat we het er allemaal over eens zijn dat dat wel een grotere investering behelst. Elke provincie had zijn provinciale, dus dat wil zeggen dat ze sowieso minstens 5 VTE's daar ook tegenover zetten. Ze hebben ook heel wat middelen daar tegenover gezet, werkingsmiddelen die naar onze lokale toe gingen ter ondersteuning, was het al eventueel in het maken van promotiematerialen, waarop dat je dan automatisch ook kon intekenen of effectief naar projecten toe. Dus daar zat natuurlijk een groter budget. Dus in deze, minister, is mijn vraag hoe dat u dat ziet, die evolutie ook, hoe dat u het mogelijk acht om inderdaad vanuit VVJ ook te zien dat zij de nodige ruimte ook krijgen om hun werking te reorganiseren, zodat die ondersteuning van het lokale jeugdbeleid ook effectief centraal kan blijven staan in hun werking. Een derde punt nog, minister, op dat vlak, de participatie van kinderen en jongeren. Ook dat blijft, zoals ik aangeef, op provinciaal niveau boven lokaal. Je hebt lokaal en je hebt het Vlaamse verhaal. Maar dus ook op provinciaal niveau blijkt dat een belangrijk punt. Dat hebben we in het verleden al aangekaart. Met name bij de provincie blijven er nog een aantal grondgebonden materies. Dus we hebben in het verleden ook al gepleit voor het behoud van die provinciale jeugdraden. En ook voor hun ondersteuning. Daar is mijn vraag, minister. Is dat onderwerp besproken reeds met de jeugdsector? En wat waren hun bekommernissen hierover? Of hoe zien zij dat om die participatie op dat provinciaal beleidsniveau, om dat eigenlijk ook in te bedden en ook te behouden naar de toekomst? Hoe heeft u daarover gesproken en of hoe ziet u dat in de toekomst? Collega's, wil ik even nog ook stilstaan bij de evaluatie van het JKP-concept. Minister, ook daarover staat een paragraaf in uw beleidsnota die ons zeer tevreden stelt. Wij hebben in het verleden ook aangekaart dat wij heel graag naar van een jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan, dat we heel graag naar een jeugd- en kinderrechtenactieplan zouden overgaan. En dat instrument dus met andere woorden veel krachtiger wordt, waarin enkele kruispunten domeinen centraal staan.
Dit wil zeggen problematieken die maar een oplossing kunnen krijgen door gerichte beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking. We weten nu eenmaal dat jeugd iets is wat door alle, of die aandacht moet krijgen eigenlijk op alle beleidsdomeinen. Dus in die zin, minister, onderschrijven we volledig uw verhaal en uw visie. We kijken er ook naar uit hoe u samen met de Vlaamse Jeugdraad, ambassade en de kinderrechtencommissaris deze nieuwe visie zal concretiseren en hoe het volgende JKP dan ook zal worden voorbereid. Namelijk, die voorbereiding gebeurt nu, gezien dat we eigenlijk ook moeten zien dat we bij de start van een nieuwe legislatuur er ineens ook kunnen staan en niet nog van nul moeten starten, want dan komen we hopeloos te laat. Het advies dat de Vlaamse Jeugdraad hierover geformuleerd heeft, denk ik, biedt ook een sterke vertrekbasis voor dit debat. Alleszins, minister, ik zou heel graag een warm pleidooi willen houden om ook bij die andere, als je een aantal thema's uitkiest, ik denk dat het interessant is om je te focussen in eerste instantie op een aantal kruispuntthema's, maar om die administraties dan ook ertoe aan te zetten om een participatief proces te laten verlopen. En dan bedoel ik niet een participatief proces waarbij administratie bij administratie zit, maar dat die betreffende administraties echt hun participatief proces gaan doormaken op hun beleidsthema's vanuit het oogpunt vanuit kinderen en jongeren. Omdat ik dan echt overtuigd ben, als zij die oefening zelf ook gaan maken vanuit het oogpunt kinderen en jongeren en in overleg met kinderen en jongeren en met de jeugdsector, dat zij zich meer eigenaar gaan voelen van die specifieke thema's en daardoor waarschijnlijk ook uw slagkracht, kracht van uw jeugd- en kinderrechtenactieplan vergroot zal worden. Ik heb hier in het verleden al een keer gesproken. Zorg ervoor dat uw Vlaamse regering en uw Vlaamse administratie een kindvriendelijke administratie wordt, zoals we dat ook bezig zijn met de kindvriendelijke gemeente. Dat denkproces vanuit kinderen en jongeren zit daar heel sterk ingebakken. Ik denk dat dat ook een kracht kan bijzetten tot het effectief kunnen realiseren van het kinderrechtenactieplan. Een laatste puntje, minister, waar ik nog even bij wil stilstaan, collega's, is het jeugdinformatiebeleid doeltreffender maken. Ook daarover heeft u een mooie paragraaf opgenomen in uw beleidsnota. Onze fractie is zeer tevreden dat er onder andere in opvolging ook van de conceptnota een duidelijk stap voorwaarts wordt gezet in het realiseren van een meer doeltreffende jeugdinformatiebeleid. We zijn ook bijzonder verheugd over het extra budget dat de ambassade daarvoor gekregen heeft, om daar een voortrekkersrol in te spelen in de ontwikkeling van het communicatieplatform met alle betrokken spelers, want daarin is ook de samenwerking van iedereen belangrijk, ook van de andere ministers, ook van de andere beleidsdomeinen. Maar ik ben zeker ook na de hoorzitting van september echt overtuigd ook dat die ambassade daar een hele cruciale rol in kan spelen en het volste vertrouwen ook, het debat zal hier nog niet afgerond zijn, maar het volste vertrouwen dat we daar ook echt die stappen voorwaarts kunnen zetten het komende jaar. Met andere woorden, er ligt heel veel mooie uitdagingen op de werkplan, op de werkplank en heel veel vertrouwen ook om dat tot een goed einde te brengen. Dank u wel. Dank u wel, Soens. Ik ben helemaal mijn klats kwijt vandaag. Mevrouw Romboot, goedemorgen en dank u wel. Wie zijn de andere mensen die het woord gevraagd hebben? Meneer Bajar? Zullen we een rondje maken, meneer Bajar, alsjeblieft? Dank u wel, voorzitter. Meneer de minister, in deze beleidsbrief krijgen wij een exhaustieve opsomming van alle acties die reeds gerealiseerd werden en wat er nog op stapel staat voor de komende jaren. Dat op zich is natuurlijk interessant en ontbreekt niet aan praktijkvoorbeelden, projecten en acties om zeg maar de principes van het jeugdbeleid te blijven onderstrepen. Dus ik wil u oprecht, u en uw ploeg, bedanken voor deze beleidsbrief en ook voor het geleverd werk. Uit deze beleidsbrief en ook breder zou ik enkele punten willen aanstippen. Te beginnen bij het diversiteitsbeleid dat gevoerd wordt. En we zijn natuurlijk, zoals vele anderen, zeer te spreken over het masterplan diversiteit dat eraan komt. De diversiteit in het jeugdwerk vergroten is een grootwerf die zich in verschillende richtingen uitstrekt. Dat is duidelijk. Er zijn fysieke handicaps die een drempel opwerpen, maar even goed culturele drempels die overwonnen moeten worden. En een masterplan kan helpen om de hele jeugdsector wegwijs te maken en de blik te verruimen. En tot ons genoegen zien we de wil om concepten als de redelijke aanpassing ingang te laten vinden. Nu, diversiteit in het jeugdwerk moet inhouden dat zowel zeg maar het klassieke als het experimentele jeugdwerk oog geeft voor innovatie en de nieuwe werkvormen. Nu, de recepten uit het verleden hebben zeker hun nut bewezen, hè, of toch een aantal recepten, maar het heeft niet altijd evenveel zin om stil te blijven staan bij die recepten. Hè. Daarmee bedoel ik, het is niet omdat bepaalde werkvormen of denkwijzen in het verleden hun vruchten hebben afgeworpen,
dat we deze in stand per se moeten blijven houden. Dus de maatschappij evolueert, dat is ook duidelijk. En het jeugdwerk dient zich hieraan aan te passen en op in te spelen. Dus we kunnen ons niet permitteren om het jeugdwerk op een manier te blijven organiseren die onaantrekkelijk is voor een grote groep kinderen en jongeren. Nu, het inspelen op expressie en ondernemerschap is in dit opzicht een stap in de goede richting. We verwachten bijvoorbeeld ook, maar dat is iets verder van gesubsidieerde organisaties, dat ze de diversiteitsvoorwaarden en de good practices die afkomstig zijn uit proefprojecten verwerken in hun beleid. En daar heb ik een dat is de aanzet tot een eerste vraag. Hoe zullen de verworven vaardigheden en good practices uit proefprojecten hun ingang vinden in regulier jeugdwerk wanneer de proefprojecten en de eenmalige projectsubsidies aflopen? Ja. Een tweede punt dat ik wil aanstippen is het lokale jeugdwerk en het stedelijk jeugdwerk. Ten eerste met jeugdmaps.be is natuurlijk een uiterst handig instrument om iedereen die geïnteresseerd is in het hoe en waar van jeugdwerk te gidsen. Het is echter niet breed gekend, of dat is alleszins mijn aanvoelen. In de beleidsbrief maakt minister ook dus terecht ook een punt van om dit initiatief breder te trekken en breder bekend te maken. En mijn vraag is dan in welke mate zijn lokale jeugddiensten en medewerkers goed geplaatst of het best geplaatst om het jeugdbeleid in gemeenten op een moderne en frisse manier in te vullen. Qua stedelijkheid in het jeugdwerk brengen is een goede evolutie, is duidelijk. De vereisten voor jeugdwerk om te slagen in hun opzet liggen anders in steden dan in kleinere gemeenten, dat weten we allemaal. En de karakteristieken van een stad met een grote mate van diversiteit en minder sterke sociale betrokkenheid in bepaalde wijken lopen ons en de sector tot nadenken over manieren om jeugdwerk deze uitdagingen te laten overwinnen. Dus mijn vraag, is er momenteel een goed platform waarbij steden onderling hun ervaring met jeugdwerk kunnen uitwisselen? Als eerste, en is het van belang dat kennis niet verloren gaat wanneer projecten zonder middelen vallen en de kennis dan verdwijnt? En dit is verlies van kostbare zeg maar, tijd en middelen. Het project bijvoorbeeld, kijk, zo doen we dat, bestaat reeds, maar is dat dan voldoende? En dan heb ik nog twee andere vragen. Waarom zijn jeugdbewegingskoepels geen voorstander van een beter en uitgebreider overlegplatform in zaken kampeermateriaal? De digitale mogelijkheden aanwenden om jeugdbeweging in contact te brengen met andere groepen en zo hun kampeermateriaal optimaal gebruiken, lijkt me een quick win. Lijkt me ook snel haalbaar. En waarom zijn de koepels hier dan tegen? Dat vraag ik me af. En dan een laatste, hoe staat het met de regulitisaanpak? We lezen in de beleidsbrief onder meer over de regulitis betreffende fuiven en vrijwilligers, maar zijn de andere problemen die aangekaart worden door de ambassade dan reeds opgelost? Stel ik me de vraag. Tot hier, dank u. Dank u wel. Ik kijk verder rond. Meneer Anouri, alsjeblieft. Dank u wel, meneer de voorzitter, meneer de minister, collega's, goedemorgen. Meneer de minister, bij het lezen van uw beleidsbrief vallen ons zeker heel wat positieve elementen op, maar hebben ook enkele vragen namens mijn fractie. Het zijn er een zestal, of over zes thema's beter gezegd. Het allereerste gaat over het masterplan diversiteit. Wij zijn uiteraard blij met de duidelijke beleidslijn diversiteit. Het is positief dat u... Excuseer. Het is positief dat u alle beleid rond diversiteit en kwetsbare groepen wilt bundelen. Ik ondersteun u in uw pleidooi voor meer samenwerking en denk dat het belangrijk is dat de stappen die hierin zijn gezet en de projecten die zijn opgestart nu een duurzame vertaling krijgen via het masterplan. Enkele vragen die ik mij daarbij stel dan is bijvoorbeeld, betekent dit dat ook dat u in de toekomst minder zult werken met projectsubsidies? Gaan we naar meer structurele projecten? En op welke manier zal een masterplan dan worden uitgevoerd? Wie wordt erbij betrokken? Gebeurt dat steeds in overleg met de jeugdsector? En welke middelen worden hier ook aan gekoppeld? De doelstelling lijkt me zeer duidelijk. Meer sociale integratie. Ik denk dat het belangrijk is dat we de goed werkende zaken uit de projectwerkingen eruit pikken en hier op een structurele manier mee aan de slag gaan, wat ons betreft. Nog een andere vraag, heel concreet over de infrastructuur. Wat hebt u geleerd uit de proefprojecten in verband met het delen van bijvoorbeeld schoolsportinfrastructuur? Deelt u deze informatie met uw collega van Sport, Filip Muiters, en hoe loopt dat overleg specifiek met elkaar hierover? Een tweede element is het communicatieplatform.
over het nieuw communicatieplatform voor de jeugd. En eerder communiceert u dat uit onderzoek blijkt dat er bij de jeugd een grote behoefte bestaat aan zo'n uniek platform. Organisaties kunnen hierdoor onder andere een breder netwerk uitbouwen dat toelaat makkelijker naar elkaar te verwijzen of een beroep te doen op elkaars expertise. We horen hier heel veel enthousiaste geluiden over uit de sector. Ik had wel graag geweten, misschien ook nog op welk specifiek onderzoek u zich baseert. Als u zegt uit onderzoek blijkt dat, is dat omdat u een bevraging hebt gedaan? Is er een specifiek onderzoek waar u naar verwijst? Welke link wordt daar gelegd? Ik heb ook nog een aantal andere vragen. Misschien een soort van stand van zaken. Er bestaan vandaag al heel wat communicatiekanalen om informatie uit te wisselen en te delen. Wat zijn de gevolgen specifiek voor deze kanalen? Op welke manier zal de integratie verlopen van het nieuwe platform in de communicatie van de Vlaamse overheid en haar partners? En op welke manier gaat u het nieuwe communicatieplatform promoten? Dat is eigenlijk een stand van zaken die ik zou willen vragen. De eerste is dus, wat zijn de gevolgen voor de bestaande kanalen die er vandaag de dag zijn? Op welke manier zal de integratie verlopen van het nieuwe platform in de communicatie? En op welke manier gaat u het promoten? Jongeren communiceren vandaag de dag ook al op tal van manieren. Hoe gaat u hen bereiken en ervoor zorgen dat zij een weg vinden naar dat nieuwe platform? Dat zijn enkele vragen die ik als bij wijze van stand van zaken van u een antwoord op zou willen krijgen. Een derde punt is het masterplan bivakplaatsen. En zoals eerder gezegd ben ik ook blij dat er met het masterplan een document is dat Camp Gaan in Vlaanderen op een enigszins geïntegreerde manier in kaart probeert te brengen en te faciliteren. En ik ben ook tevreden dat de uitvoering bij een taskforce zit. Dat was nodig. Maar er zijn toch ook wel wat bedenkingen te maken. Het gaat traag en echt ambitieus lijkt het niet. Een grootste bezorgdheid die we altijd hebben gehad, is de vrijheid, blijheid van de lokale besturen die er zou kunnen zijn. Vlaanderen kan zoveel regels, richtlijnen, adviezen op papier zetten als het wil. Zolang de lokale besturen niet gestimuleerd worden, blijft het natuurlijk een grote onzekerheid. En die onzekerheid legt een grote druk bij alle vrijwilligers die zich vandaag engageren voor dat jeugdwerk. Hoe zal u ervoor zorgen dat die campreglementen en andere beleidslijnen die vandaag naar voren worden geschoven, zullen worden omarmd door die lokale besturen? Dat blijft voor mij een vraagteken. En hoe stimuleert u hen bijvoorbeeld, en ik sluit me daarna mijn collega Bajar, om de regulitis voor jeugdbewegingen weg te nemen? Er ligt een uitgewerkt plan klaar om de regulitis aan te pakken, maar ik hoor daar weinig over. Nochtans was dit toch wel even een grote ambitie die u had geformuleerd. Een ander blijvend probleem zijn de groepstickets van De Lijn. Wat leert u uit het proefproject dat hier rond werd opgestart en hoe overloopt dat overleg hierover met uw collega Ben Wijts? En wanneer mogen de jeugdbewegingen hier rond een structurele oplossing verwachten, zodat ze eindelijk comfortabel op camp kunnen gaan natuurlijk? Een vierde punt is het JKP. Zoals u weet zijn we met Groen voorstander van het voorbestaan van het bijgestuurd JKP. Toch maak ik mij ook hier wel een beetje zorgen over, want van alle geplande projecten en processen blijven er weinig die een concrete vertaling in financiering krijgen. Het is nodig dat we die stap zetten naar die concretisering. Ik ben ook blij dat u dat beseft, dat we naar een concreter en duidelijker gefinancierd instrument moeten. We moeten de vertaling van het JKP en de uitvoering ervan ook duidelijk monitoren en evalueren. Ik hoop ook dat u dan de verschillende pistes voor verbetering die werden aangereikt door het Kinderrechtencommissariaat en de Vlaamse Jeugdraad hierin meeneemt. Een voorlaatste punt gaat over de overheveling van de provinciale taakstelling rond jeugd. Collega Rombouts had daar ook naar verwezen. Er is nog steeds heel wat onduidelijkheid over wat er exact met deze middelen zal gebeuren. Hoe worden ze verdeeld, op basis van welke parameters, de timing hiervoor. En dat het belangrijk is dat er snel opheldering overkomt. Daarom een concrete vraag. Ik heb ze al een paar keer gesteld. Kan u een overzicht geven ondertussen van inventarisatie voor jeugd, als ook de middelen die hieraan gekoppeld zijn? U hebt ook altijd gezegd dat de provinciale middelen integraal zouden overgaan. Kan niet concreet gemaakt worden aan de hand van exacte cijfers, dus is dat zo? Ik heb ook nog twee concrete vragen. In de beleidsnota staat een bedrag van €25.000 voor de VVJ, juist om een deel van de provinciale taken over te nemen. Van waar komt dit geld juist? Of op welke manier wordt dat verdeeld? Of van waar komt het net? En ook de pot voor experimenteel jeugdwerk wordt verhoogd. En ook dit is een gevolg van de provinciale overheveling. Uit de begroting is me evenwel niet echt duidelijk om welk bedrag het juist gaat. Kan u dit ook verder expliciteren? En de overheveling heeft niet alleen betrekking op de bijhorende budgettaire middelen natuurlijk, maar ook het patrimonium, de personeelsleden, de rechten en de verplichtingen. Welke regelingen zijn hiervoor uitgewerkt? Kan u garanties geven dat er geen initiatieven en bijhorende expertise zullen verdwijnen? Maar natuurlijk altijd ieders van ons zorg is geweest. En in hoeverre wordt de Vlaamse Jeugdraad betrokken en op de hoogte gehouden van de hele overhevelingsoperatie? En het laatste punt waar ik bij zou willen stilstaan, meneer de minister, is de samenlevingsdienst.
In uw beleidsbrief geeft u aan dat u de mogelijkheden gaat onderzoeken voor het opzetten van een vrijwillige samenlevingsdienst. Ik wil u toch even wijzen op de risico's, de mogelijke risico's die verbonden zijn aan die mogelijke invoering van zo'n samenlevingsdienst. De invoering van een vrijwillige samenlevingsdienst mag nooit een verdoken besparingsoperatie zijn. Het vormt een mogelijke bedreiging. Excuseer. Het vormt een mogelijke bedreiging van de jobs in de brede non-profit sector. Zelfs als er garanties worden opgebouwd in samenwerkingsovereenkomsten met onthaalorganisaties, bestaat nog altijd het risico dat jongeren als goedkope werkkrachten worden gebruikt. Ook de kritiek van de Vlaamse Jeugdraad is niet mis te verstaan. Zij roepen op om de denkpiste van extra te investeren in een hernieuwd concept van vrijwillige burgerdienst te verlaten. Ik sluit mij op bij die oproep en zet in op de geformuleerde doelstellingen door te blijven investeren in sectoren die dichtst bij jongeren staan en hier al jaren een taak of een actieve rol in opnemen. Geef voorrang aan duurzame engagementen en bijhorende leerkansen die op lange termijn perspectief bieden. Als er een samenlevingsdienst zou komen, dan is het essentieel dat er een heel duidelijk onderscheid komt tussen vrijwilligerswerk en samenlevingsdienst. Als er een nieuw statuut zou komen, dan moet dit wettelijk heel goed gekaderd worden. Het statuut mag geen alternatief zijn voor goedkope werkkrachten. Die bedenkingen mag ik nog meegeven. Ik dank u alvast voor de antwoorden. Dank u wel, mevrouw Suns. Ja, dank u, voorzitter. Ik denk dat er al heel wat vragen gesteld zijn door mijn collega's, dus ik ga proberen om niet te veel in herhaling te vallen, maar ik heb natuurlijk ook een aantal dezelfde vragen als mijn collega's. Ik zou eerst een aantal specifieke vragen over de begroting willen stellen. Ten eerste bij de ontvangsten, werking en toelaging, ondersteuning, beleidsvoorbereiding, uitvoering en evaluatie op pagina 12 van de begroting, lees ik dat daar 183.000 euro toegevoegd wordt aan het budget ten opzichte van 2017 en dat komt door de terugvordering van de subsidies. En ik had graag geweten of dat daar subsidies van jeugd tussen zaten die worden teruggevorderd of dat u daar een antwoord op zou kunnen geven. Als u dat niet vandaag kan, dan zou ik dat ook wel graag schriftelijk ontvangen. Bij de apparaatskredieten, pagina 18 dan, is er een loonstijging ten gevolge van de overheveling van de of de inkanteling van de provinciale taken. Ik zou hier graag een overzicht kunnen krijgen van de verdeling tussen cultuur en jeugd als het over die lonen gaat. En als dat mogelijk is ook van waar dan die middelen dan precies komen, van welke provincie dat die middelen dan precies komen. En dan nog ten laatste over de begroting zelf, specifiek over het jeugdbeleid dan. Zie ik de verhoging van de enveloppe van de ambassade voor de uitbouw van het communicatieplatform. Dat vinden wij uiteraard positief. Ik zal daar later nog op terugkomen ook. Als ik me niet vergis, gaat dat over 150.000 euro dat daar bij komt. Ik zou hier graag ook nog eens, zoals collega Nouri, naar de stand van zaken willen vragen van dat communicatieplatform en of er nagedacht wordt om ook middelen vanuit welzijn te voorzien voor dat communicatieplatform. Normaal gezien hebben mijn collega's die vraag ook aan minister Van Deurzen gesteld deze week. Ik zie daar ook bij datzelfde artikel werking en toelage vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid dat er 500.000 euro komt voor projectoproepen. Hier had ik graag wat meer informatie over gekregen, over wat dat dan precies zal inhouden. Uit de beleidsbrief haal ik dat het vindplaatsgerichte projecten met bruggenbouwers zouden zijn. Ik vroeg mij af of dat helemaal hetzelfde is. En dan kom ik tot de beleidsbrief. Bij de strategische doelstelling 1, we bouwen de kracht van het jeugdwerk verder uit. Haalt u de jeugdmaps en de gieslaag jeugd aan? Ook hier had ik graag een stand van zaken gekregen of nu elke gemeente al de gegevens heeft ingevoerd. Ik las dat er ondertussen 2200 jeugdlokalen zijn die een automatische vrijstelling krijgen. Zijn er vandaag nog altijd jeugdlokalen die die automatische vrijstelling niet zouden krijgen omdat ze nog niet toegevoegd zijn op de jeugdmaps? Ik lees ook dat er een vooronderzoek komt rond een traject rond gedeelde jeugdlokalen.
Zijn daar al resultaten van? En wanneer mag de visietekst, u zegt in uw beleidsbrief dat dat in 2018 zou zijn, maar ik hoop dat u misschien al een concretere timing heeft wanneer dat we die visietekst rond die gedeelde jeugdlokalen zouden mogen verwachten. Er komt ook een evaluatie van het decreet rond hostels en jeugdverblijfcentra. Ik heb daar een tijdje terug ook een schriftelijke vraag rond gesteld. De evaluatie was toen nog niet rond, maar als ik me niet vergis, zou dat ongeveer, ja, dat toch najaar 2017 had moeten zijn. Dus mijn vraag is daar wat dat stand van zaken is. Collega Noer heeft er ook al naar verwezen naar de evaluatie van het proefproject van de lijn. Ook daar had ik een aantal schriftelijke vragen gesteld, onder andere aan uw collega Ben Weitz. Ook hier verwachten we dat die evaluatie eind 2017, maar in mijn recente schriftelijke vraag daarover was er nog niks bekend. Ik denk dat dat van vorige maand was of zo. Dus misschien ook daar, wanneer mogen we die evaluatie verwachten? En als die er al is, wat houdt die evaluatie dan in? Bij ULDK lees ik in de beleidsbrief dat er sprake is van een investering van 617.000 euro. Dat er opnieuw een uitbreiding van de stok komt, dat vinden wij uiteraard positief. Maar in de begroting zelf vind ik enkel alleen een indexering terug. Ah, 2017. Ah, vandaar. Oké, ja. Vandaar dat het dus niet in de begroting van 2018 staat. Dus zijn er dan plannen om in 2018 opnieuw een bijkomende investering te doen? Want in de begroting zie ik dus alleen die indexeren. De vrijwilligers, ook daar heb ik u al een aantal vragen rond gesteld, rond de nieuwkomerstaks voor jonge buitenlandse vrijwilligers. U bent daar zelf ook geen voorstander van. We zien dat in onderwijs hetzelfde voor jonge studenten die in Vlaanderen willen komen studeren, die van buiten de Europese Unie komen, die nu een nieuwkomerstaks moeten betalen. Wij hebben daar altijd gevraagd om een vrijstelling daarvoor te voorzien. Dus mijn vraag is in hoeverre dat het overleg met de federale collega hierover verloopt. We hopen dat u ook de federale hervorming van de verschillende verenigingen en vennootschappen ook verder in het oog houdt, zodanig dat jeugdverenigingen niet extra worden belast. En over het CMEA Goraalstatuut, ook daar hebben de collega's al naar verwezen. Er was een lijst met een aantal beperkte functies waarbij een semi-agoraal statuut onderzocht zou kunnen worden. Nu is er plots ook sprake van bijvoorbeeld een coördinator van de jeugdhuizen, terwijl we weten dat formaat daar absoluut geen voorstander is om daar een semi-agoraal statuut voor te voorzien. Dus we zouden nu willen vragen vanuit de SPA om ook daar heel aandachtig te blijven en uw collega's in de federale regering ook op te roepen om wel degelijk met de wensen van de jeugdsector hier rekening te houden. Over het Europees Solidariteitsfonds vind ik heel weinig terug over de middelen, nog over de inhoud of hoe men dat precies zal organiseren vanuit Jint. Dus ik had daar toch graag wat meer informatie rond gekregen en hetzelfde ook rond de samenlevingsdienst. We zijn uiteraard ook blij dat er 2 miljoen euro extra bij komt voor de jeugdsector. We hebben nu ook al eerder gevraagd om zeker ook die indexering ervoor te zorgen dat die indexering ook de komende jaren zal blijven, omdat het inderdaad wel jammer zou zijn dat de verhoging die de jeugdsector nu krijgt in de komende jaren opgegeten zou worden door de niet-indexering van de middelen. Dan over het masterplan diversiteit. Ook hier zou ik graag wat meer informatie willen over hoe dat nu concreet wordt aangepakt en welke middelen dat daar tegenover zullen staan. We moeten inderdaad wel opletten dat het plan niet een plan blijft op papier. Er zijn al heel veel good practices in het jeugdwerk en dat het belangrijk is dat we die zoveel mogelijk delen en dat het niet bij mooie woorden blijft, maar dat het plan, zoals het helaas vaak gebeurt met plannen,
in de schuif verdwijnt en dan weinig in de praktijk teweeg brengt. De resultaten van de eenmeting dan. U bent daar redelijk positief over in uw beleidsbrief, maar ja, ik was ook bij de voorstelling en de mensen waren toch niet over de hele lijn positief over die eenmeting. Vooral qua inspraak is er een groot probleem. En er zijn ook wel wat bezorgdheden rond de inkanteling van de jeugdmiddelen in het gemeentefonds. Ik vermoed dat we vanaf 2019 daar wel meer zicht op zullen krijgen. Of die middelen die voorzien waren voor jeugd ook in de toekomst voorzien blijven voor jeugd. Dus mijn vraag is wat u zult doen om dit aan te pakken. U zegt in uw beleidsbrief al dat er aanvullende middelen voor VVJ komen die uit de provincies komen en die dus een aantal provinciale taken zullen overnemen. Maar natuurlijk, als we dan zien dat bij het begin van de legislatuur VVJ een van de zware bespaarders was, een van de organisaties die heel zwaar hebben moeten besparen. Ja, voilà, u was een besparer en VVJ heeft dat moeten ondergaan. Vind ik dat nog een beetje cynisch dat zij nu extra taken krijgen. Er komen wel wat extra middelen bij, maar ze hebben natuurlijk, ik denk, 12,5%, als ik me niet vergis, in het begin van de legislatuur moeten besparen. Rond de vrije tijdsmonitoring dan, ook de collega's hebben hier al naar verwezen. Ik blijf het een beetje raar vinden dat de resultaten pas na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 komen. Ik denk dat het net goed zou zijn, moesten die resultaten voor de gemeenteraadsverkiezingen komen, zodanig dat de jeugdraden en de jongeren die resultaten van die vrije tijdsmonitoring kunnen meenemen in de debatten rond de verkiezingen volgend jaar. En dan rond regulitis had ik een specifieke vraag rond de BTW-renovatie. Nu kunnen jeugdlokalen geen aanspraak maken op de verlaagde BTW die voor privéwoningen geldt als ze willen renoveren. U hebt daar al eerder aangegeven dat u dat wil bekijken en ik vroeg mij af of dat daar al wat meer informatie rond is. En tot slot kom ik bij strategisch doelstelling 2. In Vlaanderen zetten we in op jeugdwerk dat alle jongeren bereikt. Rond de vrije tijd van jongeren in een instelling is er de opdracht om een aantal projecten daar rond te ontwikkelen. Ook hier zou ik graag wat meer informatie willen en ook of dat daar al middelen voor die projecten voorzien zijn. Het JKP, voorzitter, het lijkt mij goed om daar met deze commissie eigenlijk een gedachtenwisseling of een hoorzitting rond organiseren, rond de toekomst van het JKP. Ik denk dat dat makkelijker of beter zou zijn dan het hier rap in de beleidsbrief te gaan verwoorden of daarover te gaan discussiëren. Omdat ik denk toch dat het toch wel belangrijk is dat we daar eens over nadenken, over hoe dat we het JKP in de toekomst willen aanpakken. En dat, zoals ik zei, dat het niet bij een plan blijft en een copy-paste is van beleidsnota's in het begin van de legislatuur. Maar ik denk ook dat we misschien toch best een aparte hoorzitting rond zouden organiseren. Als ik me niet vergis, moet ook de tussentijdse evaluatie nog aan bod komen in deze commissie. Dus het is misschien het moment om ook daar nog eens naar te kijken, dat ook dat hier nog eens ter sprake kan komen. En tot slot heb ik nog een vraag rond experimenteel jeugdwerk. Die subsidielijn wordt uitgebreid. Gaat het dan over die €500.000 dat ik eerder zei in de begroting? Of gaat dat over nog andere middelen? Want ik vind dat dan niet meteen terug in de begroting. Tot daar, voorzitter, mijn vraag. Dank u wel. Aan mevrouw Van Eetvelde, alsjeblieft. Ja, dank u wel, voorzitter. En ik wil op mijn beurt ook de minister bedanken voor zijn overzichtelijke en duidelijke beleidsbrief. Voor onze fractie wordt er met deze beleidsbrief toch wel stappen gezet in de goede richting naar nog een meer uitgewerkt en beter ondersteund jeugdwerk. We zien in de begroting dat er 2 miljoen extra wordt geïnvesteerd. En ik denk eigenlijk dat dat lang geleden is dat er
dergelijke investeringen gebeurd zijn. We horen ook toch wel uit het werkveld dat zij aangeven dat zij min of meer tevreden zijn en dat het ook lang geleden is dat er toch extra geïnvesteerd is in het Vlaamse jeugdwerk. Nu, er wordt gewerkt aan 5 belangrijke aandachtspunten van de jeugdsector. Bijvoorbeeld een betere inclusie van alle groepen uit de samenleving. En ik denk dat we daar wel stilaan komen met een coherente en een algemene visie en plan van aanpak. Alleen zal men toch wel moeten bekijken hoe of wat men dat structureel gaat inbedden. Dus ik vraag daar eigenlijk ook wel wat meer uitleg, maar ik kom er straks nog even op terug. Ik heb op een paar thema's nog een paar vragen of aandachtspunten en ik ga een beetje het overzicht volgen van de beleidsbrief. Wat dat de ontmoetingsplekken betreft, gaat u dus onderzoeken of dat er proefprojecten zijn met betrekking tot het delen van de schoolinfrastructuur, zodanig dat die dus ook door het jeugdwerk kunnen gebruikt worden. Minister Krevits en minister Muiters hebben hier overal samengezeten en hebben hier eigenlijk een akkoord gevonden. Ik vroeg mij af in hoeverre loopt hierover overleg met uw collega ministers en dan specifiek bevoegd voor sport en onderwijs. En acht u dat nog realiseerbaar in deze legislatuur? U gaat ook aan de Vlaamse regering een knelpuntennota voorleggen in functie van het vernieuwd decreet rond jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de VZW Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme. In de volgende legislatuur rond die knelpuntennota, hebt u daar enig zicht op een timing? Mogen we die verwachten in 2018? Wat het masterplan bivakplaatsen betreft, dat is volop in uitvoering. Ik blijf altijd aandacht vragen voor meer speelgroen. Er wordt ingezet op speelzones en op speelbossen. Maar het is nu eenmaal een feit dat er in sommige provincies er meer zijn dan andere. Dus ik zou toch echt wel aandacht willen blijven vragen voor die provincies met minder groen, omdat zij daar eigenlijk toch ook wel recht op hebben. Wat de toeristentax betreft, heb ik u in een recente schriftelijke vraag vragen rondgesteld en 38 gemeenten met een toeristentax, 24 daarvan geven een vrijstelling, waarbij in 21 gemeenten het gaat om een vrijstelling waarbij in principe jeugdtoeristische overnachtingen worden gevrijwaard. U zou nagaan in hoeverre in die 17 gemeenten ook effectief kampplaatsen gevestigd zouden zijn. En mijn vraag daar is, wat is de stand van zaken? Hebt u dat al kunnen nagaan en in hoeverre stellen er zich zodoende nog problemen daarover? Kampeermateriaal is iets wat mij heel nauw aan het hart ligt. En u hebt daar echt serieuze investeringen gedaan. In 2017 nog eens €617.000 geïnvesteerd in die materiaal. Is denk ik van heel lang geleden dat zoveel voor in geïnvesteerd werd. En mijn vraag daar rond is, hebt u enig idee welk bedrag er in 2018 zou voorzien zijn voor die uitleendiensten voor kampmateriaal? Rond de vrijwilligers zijn wij met onze fractie zeer tevreden dat deze regering, dat zij daar werk van maken van dat gecoördineerd vrijwilligersbeleid. Maar we hebben daar toch een aantal aandachtspunten. Vooral dan naar de verhouding vrijwilligerswerk en verenigingswerk. Het initiatief van de verenigingswerk is voor ons zeer goed, maar vanuit de jeugdsector wordt er toch ook met de nodige ongerustheid op gereageerd. Het lijkt noodzakelijk vanuit de overheid om het verschil tussen beide ook duidelijk te maken en dat ook zo te houden. Het echt zuiver vrijwilligerswerk is eigenlijk onbetaalbaar en het verenigingswerk is voor die statuten binnen de zogenaamde grijze zones. Wat de uitbouw van een integraal Vlaams kennis- en expertisecentrum voor vrijwilligerswerk betreft, daar zijn wij absoluut voorstander voor. We hebben daar ook altijd al voor gepleit. Maar kan u misschien de verhouding met bijvoorbeeld, of tot het cultuurloket, kan u dat een klein beetje uitklaren? En dan, ik ga even citeren uit uw beleidsbrief. Het reeds opgestart interbestuurlijk overleg met het federale niveau wordt verder opgevolgd in de marge van de besprekingen rond het Europese Solidariteitskorps. Zal ik de federale evolutie afwachten en de mogelijkheden onderzoeken voor het opzetten van een vrijwillige samenlevingsdienst? U kent onze visie daarin. We zijn daar geen grote voorstander van. We hebben ons standpunt daar ook al heel vaak doorgegeven. We hebben ook al aangegeven dat we daar vooral praktische, financiële en organisatorische problemen in zien. Houdt u daar eigenlijk ook rekening mee?
Wat de buitenspeeldag betreft, heb ik ook u reeds regelmatig bevraagd. Ik vind het zeer goed dat die daar is, hè, dus dat men daarop inzet. Maar we blijven herhalen dat één campagnedag dat het toch niet voldoende is om een hele gedragsverandering teweeg te brengen. We vinden dat er een groot maatschappelijk draagvlak voor de promotie van het buitenspelen, dat we dat moeten zeker en vast blijven continueren en dat thema blijvend onder de aandacht moeten blijven brengen. Ook beleidsmatig vinden we dat dat moet ondersteund worden door slimme impulsen in veilige groene speelmogelijkheden, zowel binnen de stedelijke als de landelijke context. Wat de gemeentelijke jeugdraden monitoren betreft en daarover ondersteunen, over het ondersteunen van de gemeentelijke jeugdraden en lokale beleidsparticipatie, hebben wij hier ook al dikwijls een geanimeerde discussie gehad in deze commissie. En u lanceerde een aantal voorstellen om de bekommernissen die naar voren kwamen uit de eenmeting aan te pakken. Nu, als N-VA blijven wij toch wel geloven in dat sterke lokale werking van de jeugdraad. Het betrekken van de kinderen en jongeren bij het beleid is, dat moet en dat kan alleen ook via de jeugdraden blijven doen. Maar de manier waarop kinderen en jongeren participeren is ook constant aan verandering onderhevig en is een evolutief gegeven. Dus wij kanten ons een beetje tegen de visie dat we als Vlaamse overheid alles moeten verplichten. Maar we vinden wel dat de Vlaamse overheid moet ondersteunen en coachen via onder andere de VVJ. Rond die monitoring ook vraag ik me af of dat daar nog een soort van informatie komt naar die jeugdraden toe. En collega Rombouts heeft er ook naar verwezen. Met de verkiezingen van volgend jaar in zicht is het misschien interessant dat er ook nog wel bepaalde informatie kan doorgegeven worden. Wat dat de interne staatshervorming en overleveling van de taken van de provincie betreft, komen er in 18 en 19 een aantal overgangsmaatregelen. We gaan dat hier ook binnenkort bespreken. Het decreet over de subsidiering van het bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en bijzondere doelgroepen. Ik denk dat het dan het moment is om daar dieper op in te gaan. Participeren van iedereen betreft. Diversiteit is een van uw vijf prioriteiten. En we hebben over deze thematiek ook al verschillende keren van gedachten gewisseld hier in de commissie. En de recente communicatie vanuit een bepaalde landelijke georganiseerde jeugdvereniging over een bepaald experiment toont toch aan hoe gevoelig eigenlijk die materie allemaal wel ligt. Dat diversiteit een belangrijk werkpunt is en blijft van de jeugdverenigingen zelf wordt aangetoond door de aandacht die er naar gaat in de verschillende beleidsnota's die nu zijn ingediend. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we werk maken van dat er werk wordt gemaakt met vooral respect rond het engagement en het initiatief dat hierover al genomen is, maar vanuit de vaststelling dat er toch nog wel veel werk aan de winkel is. Er lopen momenteel heel wat projecten rond diversiteit en de vraag is dan steeds hoe gaan we dit structureel inbedden of bredere structurele inbedden in overleg met de jeugdsector. Ik verwees er ook even naar in mijn inleiding. Nu, in uw beleidsbrief stelt u het volgende. Om meer inclusie te realiseren, zal ik nog verder uitzoeken hoe ook in het jeugdwerk het concept redelijke aanpassing kan toegepast worden. En dat is mij niet helemaal duidelijk. Misschien kan u daar ook nog een klein beetje verduidelijking bij geven. Rond het JKP, u wenst werk te maken van een nieuw JKP-concept dat meer actiegerichter is en dat ook sterker zal focussen. Dat sluit volgens onze fractie aan bij wat wij ook vanuit de actoren uit het veld horen. Mijn vraag hierbij is, binnen welke termijn verwacht u dit concept te kunnen concretiseren? Wat het jeugdinformatiebeleid, om dat doeltreffender te maken, werd de conceptnota goedgekeurd door de Vlaamse regering, met daarin de ambassade als projectleider. Nu, het platform had wel wat vertraging en zal nu ook in 2018 eindelijk operationeel zijn. In de beleidsbrief geeft u wel aan dat er nog wat werk is om het concrete plan van aanpak verder uit te werken en dan vooral op vlak van ICT. Loopt hierover nog overleg en wat zijn daar eigenlijk nog de noden en de knelpunten? Dan werkpunt maken van mediawijsheid bij jongeren. Dat vinden we absoluut terecht. Dat hier blijvende aandacht wordt aan besteed en dat dat ook wordt opgenomen in de beleidsbrief rond jeugd. Het blijft een prangend, een complex en een gevoelig thema.
Nu, recente getuigenissen rond de sexting, pestgedrag via sociale media en dergelijke tonen aan dat, dat u met de Vlaamse regering toch wel terecht inzet op die mediawijsheid en dat het voor jullie, voor u toch ook een prioriteit is. Wat het onderzoek betreft, daar hebben we eigenlijk geen opmerking over, dat is uiteraard belangrijk en dat blijft belangrijk, zeker als het beleidsrelevant onderzoek is. En dan als laatste rond de problematiek van pestgedrag. Gaat in uw beleidsbrief, geeft u terecht aan dat daar ook werk moet gemaakt worden van de zogenaamde APIs. Daarnaast zal ook een algemene en sectorspecifieke communicatie met het betrekking tot meldpunt 1712, denk ik, een van de essentiële aandachtspunten zijn. Dat is gisteren ook gebleken nog in de plenaire vergadering met de vragen daar rond. Dat is voor mij ongeveer de bijkomende vragen die ik had. Zeg maar de eerste, meneer Van der Woer, alsjeblieft. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, minister. Collega Rombouts heeft namens onze fractie de beleidsbrief al helemaal doorgenomen. Ik heb nog een aantal vragen met betrekking tot de begroting, maar vooraleer ik overga op die vragen, zou ik namens onze CD&V-fractie toch wel onze tevredenheid willen laten blijken ten aanzien van de minister en de regering over de extra middelen die zijn toegekend aan de jeugdsector. De 1,26-indexverhoging, 6% structurele verhoging. Daarnaast ook nog die €500.000 extra die is vrijgemaakt om te investeren in projectmiddelen. Nu, daar heb ik zo dadelijk nog wel een vraag over. Het is ook al aangehaald €150.000 voor het jeugdinformatieplatform van de Ambassade en €100.000 voor het Solidarity Corps van Jint. We hadden vroeger bij onze jongeren ook de leuze engagement, kom je uit de tent, maar om uit de tent te komen moet je natuurlijk eerst een tent hebben. Wij zijn al meerdere jaren ook vragende partij voor die kampeer. Middelen te voorzien. Het tentenbudget is opnieuw substantieel verhoogd en ook daar zijn wij uiteraard tevreden mee. We hebben enkele weken geleden hier ook kort een debat gehouden waarbij we een aantal vragen hadden gesteld over de indexering in de toekomst. U heeft daarop geantwoord dat de indexering van de personeelskosten gegarandeerd is, maar dat dit voor de werkingskosten nog niet zo is en dat u zich daar opnieuw zal moeten gaan dubbelplooien. En dat vinden wij een heel terechte bekommernis en het is denk ik belangrijk dat we een heel duidelijk antwoord gaan formuleren ten aanzien van al die sectoren die envelopsubsidies ontvangen en waar er nog onduidelijkheid is momenteel over welk onderdeel al dan niet automatisch zal geïndexeerd worden. En we willen eigenlijk hierbij dan de jeugdsector zelf ook oproepen om ons een heel concreet beeld te bezorgen van die werkingssubsidies en de gevolgen van een niet-indexering. Want we moeten dat debat op basis van de juiste informatie kunnen voeren. Want we weten ook dat de niet-indexering de facto een besparing inhoudt. Nu, enkele concrete vragen bij de begroting. Ten eerste hadden we een vraag over de zogenaamde bovenbouworganisaties en waarom die niet zijn meegenomen bij de toekenning van de indexering van de jeugdsector. Want ze moeten natuurlijk ook de geïndexeerde lonen van hun personeel kunnen betalen. Tweede vraag, collega Sons heeft er ook al naar verwezen, die €500.000 extra voor de projectoproepen. Waarvoor zullen die kunnen gebruikt worden en wanneer zullen die oproepen gelanceerd worden? En dan tenslotte, collega Rombouts heeft ook onze tevredenheid vanuit CD&V ook al laten blijken over het masterplan diversiteit en daar een oproep gedaan om hier als minister samen met de administratie ook aan de slag te gaan. Maar ook hierbij is het belangrijk dat er voldoende middelen worden voorzien, omdat dat plan niet enkel een plan blijft, maar ook kan gerealiseerd worden. Dank u wel. Dank u wel. Zijn we rond met de eerste ronde? Meneer de minister krijgt het woord. Ja, dank u wel voor de vele vragen en ook voor de appreciaties voor, laten we zeggen, de grote lijnen en de meeste doelstellingen van het beleid waar in deze commissie over grenzen van meerderheid en oppositie heen toch wel in zeer grote mate in dezelfde richting wordt gedacht. Ik ga zoals gewoonlijk beginnen met de aandachtspunten of de vragen van de eerste tussenkomsten en dan naarmate ik vorder kom ik wel organisch in relatie met andere tussenkomsten. U weet ongeveer hoe het werkt. Eerst een heel groot en belangrijk debat, nu korte termijn en dan zeker middellange termijn, lange termijn. Heel het spanningsveld of de complementariteit, men kan het op twee manieren bekijken, tussen vrijwilligersbeleid en vrije tijdswerk. Misschien eerst op de punctuele vragen wat proberen te antwoorden. Wij hebben ook overleg gehad, uiteraard zowel formeel als informeel,
met de federale regering met betrekking tot de lijst en wat er dan juist moest gebeuren en hoe die dan werd samengesteld. Wij hebben ook wel vastgesteld, ik zal dat niet verstoppen, dat de lijst op dit ogenblik voor ons niet de ideale lijst is. Hè. Dus dat wil ik wel degelijk zeggen. De vraag is wat we daar nu juist mee doen. Ik denk niet dat er met betrekking tot de luisterbereidheid van de federale overheid daar principiële problemen zijn om met onze wensen en die van de Vlaamse Jeugdraad en de sector rekening te houden. Ik denk alleen dat het perspectief van waaruit men vertrokken is, hè, en daar moeten we natuurlijk wel goed voor opletten, fundamenteel anders is dan het onze. Hè, dat men daar eigenlijk, denk ik wel, op dit ogenblik een werkbare basis en tussenpositie in gevonden heeft. Maar ik ga ervan uit, los van de contacten die ik zelf nog zal hebben, dat ook het advies dat nu door de federale overheid aan de Hoge Raad voor Vrijwilligerswerk gevraagd wordt, dat daar zeker nog een kritische noot, een constructieve kritische noot, een bijsturing tot de mogelijkheden behoort. We wachten het nog even af. Dus met andere woorden, daar is een bepaalde vorm van speling in. Hè. Dus de actoren die op dit ogenblik niet volledig genoegen kunnen nemen met de lijst en dus voor welke functies in dit geval dan in het jeugdwerk, het vrije tijdswerk ook mogelijk zou zijn. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Maar natuurlijk, dat is altijd, zou ik zeggen, dat gebeurt wel meer, hè, dat regelgeving niet in de perfecte omstandigheden en positie start en dat ze daarna nog bijgestuurd kan worden. Ik wil aangeven, u kent natuurlijk als specialisten het onderscheid tussen vrijwilligerswerk en vrije tijdswerk. Ik wil aangeven dat er nog veel communicatie zal nodig zijn vanuit de federale overheid en vanuit onszelf. Liefst ook zoveel mogelijk complementair om aan de samenleving uit te leggen wat er nu juist gebeurd is. Want er is inderdaad wat onrust, er is ook wat verwarring. Terwijl op zichzelf de situatie op het eerste zicht overzichtelijk lijkt. Ik ga het nu schematisch proberen samen te vatten. Aan het vrijwilligersbeleid dat wij ondersteunen vanuit de Vlaamse overheid en ook proberen lokaal en federaal mee coördinatie mogelijk te maken, verandert er niets. Hè. En dus ook niet aan de vrijwilligersvergoeding voor het reguliere vrijwilligersbeleid, voor zover vrijwilligersengagement met een vrijwilligersvergoeding gepaard gaat. Hè. Dat is in vele gevallen niet zo. Dus daar verandert eigenlijk niks aan. We willen alleen beter en minder drempels. Wat er nu verandert, zijn hoofdzakelijk twee zaken. Mensen die minstens, of niet minstens, die in een 4/5 arbeidscontract zitten, kunnen binnen de wetgeving vrije tijdswerk tot €500 per maand onbelast bijverdienen. Dat is natuurlijk een heel andere invalshoek. Dat gaat over bijverdienen. Hè. Dat gaat niet zozeer over dat vrijwillig engagement. Dat kan dan wel vrijwillig engagement semi zijn. Maar in elk geval is het niet zo dat we nu een grijze zone creëren, en dat is ook nooit de bedoeling geweest, waarbij echte vrijwilligers in een statuut zouden terechtkomen waarbij ze die middelen kunnen verdienen. Het gaat over bijverdienen. En dus heel die discussie van wat het dan als invloed heeft op het echte vrijwilligerswerk gaan we eventjes moeten afwachten in de komende maanden, misschien zelfs jaren, en waar nodig bijsturen. De dynamiek daar rond is ook heel specifiek geweest. Hè. Inderdaad, u hebt het aangegeven. Mevrouw Rombouts, de zeer precieze vraag, ook in het regeerakkoord trouwens vermeld van collega Muiters, was heel helder. En was misschien ook net iets, denk ik, eenvoudiger te beantwoorden dan de bredere complexiteit van de cultuur en de jeugdsector. En dan heb je natuurlijk een soort vreemde dynamiek. Eigenlijk is, laten we zeggen, een sector als de onze niet noodzakelijk vragende partij om hierin opgenomen te worden. Maar een deel van de sector zegt dan, als zij het krijgen, dan wij ook. Dat is een heel menselijk reflex, ik stel dat gewoon maar vast. En daar hebben wij nu, laten we zeggen, ja, maar dat is een druk die ik gevoeld heb vanuit verschillende actoren. En dus dat is een positieve druk, ik begrijp die druk ook. En dus hebben we daar proberen op in te spelen, met uiteraard contacten met zowel koepels in de cultuur als in de jeugdsector. En onze lijst van over welke functies het dan gaat, zoveel mogelijk proberen af te leiden. Die is niet perfect, die lijst, dat is duidelijk. Hè? En dus daar zullen zeker nog bijsturingen moeten gebeuren, maar dat is wat er gebeurd is. Dus dan denk ik dat het beter is om wel imperfect mee aan boord te zijn dan helemaal niet mee aan boord. Hè? Dat is waar we nu ongeveer staan. Wat we wel absoluut moeten bewaken, en u weet dat ik daar even gevoelig voor ben als u of als jullie, meervoud, is dat er geen verdringing kan of mag komen van het, zou ik het zeggen, als ik het even zo mag benoemen, het pure vrijwillige engagement
door een deel van het vrije tijdswerk. Hè. Dus dat zullen we zeker moeten bewaken. En dan het laatste element dat daar politiek uiteraard mee samenhangt. Er is een aparte mogelijkheid van een traject voor bijvoorbeeld, niet uitsluitend, maar dat is toch het voornaamste wat daarmee bedoeld werd, samenlevingsdienst voorzien. Alleen is dat op dit ogenblik een mogelijkheid die in de wet voorzien is, maar die vooralsnog niet operationeel is of gemaakt zal worden. Hè. Ongeacht zou ik zeggen, de bedenkingen die iedereen daarover heeft en kan hebben, dat debat zullen we verder hebben. Op dit ogenblik is er een... moet ik dat zeggen, een slapend luik in die wet, dat kan aangesproken worden om de samenlevingsdienst daarom te activeren. Maar dat is niet iets wat je met een natte vinger doet, natuurlijk. Hè. En dus daarover zijn allerlei gesprekken met de sector in de brede zin van het woord bezig. Hè, want een deel van de sector is zeer terughoudend. En dat heeft ook wel te maken met de vreemde manier, moet je dat niet onderschatten, waarmee dat destijds dat programma in Frankrijk is ingevoerd. Toen er nieuwe middelen zijn vrijgemaakt om de samenlevingsdienst in Frankrijk door te voeren. Maar die zijn volledig van het reguliere jeugdwerk toen afgenomen. Hè, door de twee presidenten geleden, geloof ik. Dat is geen goede start. Hè. Dus met andere woorden, als wij ooit tot contouren zouden komen, ik druk mij voorzichtig uit, over samenlevingsdienst, dan kan dat is wel duidelijk, nooit ten koste gaan van het jeugdwerk zoals we het nu kennen. En moeten wij voorzichtig te werk gaan. Ik stel wel alleen vast, collega's, dat in ons omliggende landen traject van samenlevingsdienst altijd maar meer grond onder de voeten krijgt en eigenlijk uitgewerkt wordt. Hè. Het is inderdaad in dat verband interessant, maar daar zal het platform voor samenlevingsdienst, die daar inderdaad de grootste pleitbezorger van is, ik denk u wel mee verblijden in het voorjaar van 2018 met een benchmarkstudie. Dat is ook interessant om dat eens te bekijken. Maar dus dat is waar we staan. We zijn waakzaam over ontsporingen van de druk van het vrije tijdswerk op het vrijwilligersbeleid. Er zijn wat hopelijk korte bijschavingen, of kleine bijschavingen, beperkte bijschavingen, korte termijn mogelijk. Het bredere debat zullen we natuurlijk zowel hier voeren als van dichtbij opvolgen. Dan het masterplan diversiteit. Wat daarmee, ook alle sprekers hebben het ongeveer aangeraakt. Dingen hebben een bepaalde tijd nodig, omdat ze een bepaalde doorlooptijd nodig hebben, ook binnen de sector. Dat is normaal. Je moet dat een beetje zien als een goede koffie. Hè? Die moet doorlopen. En dan is daar een bepaalde extract. Dat duurt wel lang. Hè? Maar het is goed dat... bedoel, als ik dat zelf zou doen... Als je daar druk op zet, dan... Ja, voilà. Als je daar druk op zet, is het nog beter. Ja, ik ben meer... voor Americano dan voor Italiaanse koffie, maar ik zal waarschijnlijk tot de minderheid behoren, maar laten we inderdaad, dus elke vergelijking wel zijn beperkingen. Dus vergeet de koffie en we gaan niet over bier beginnen. Maar nee, we kon inderdaad misschien sneller schakelen en sneller tot bepaalde acties komen, maar zoals u weet heb ik naast een burgerkabinet er echt wel waarde aan gehecht en nog steeds dat het doorlopen van de verschillende keuzes en stappen binnen de sector ook rustig kon gebeuren. Anders denk ik dat het risico van wortelschieten in de sector te beperken is. Dat is nu gebeurd. We zijn klaar op onze fameuze dag van de diversiteit, waarin het tijd is om noten te kraken. Wat zullen die noten zijn? Ten eerste, het is niet dat er niets gebeurd is. Hè. We zullen daar kijken welke goede praktijken vanuit het verleden gedeeld en inzetbaar kunnen worden in de brede jeugdwerksector. We zullen hopelijk ook al een stukje rond de bruggenbouwerstrajecten van vandaag, maar ook het vindplaatsgericht werken van gisteren en vandaag en de straatburgerschapprojecten in Brussel bijkomende goede praktijken krijgen. Het is dan de bedoeling om op die dag engagementen te ondertekenen vanuit de verschillende sectoren, om daar dus ook iets mee te doen en ook al een aantal acties naar voren te schoven. En nu komen we op het punt van wat moet dat kosten? Enerzijds, ik heb het al gezegd en ik wil het nog eens herhalen, ben ik zeer terughoudend om een maatschappelijk probleem enkel met financiële middelen op te lossen en de outsourcing van onze diversiteit aan gespecialiseerde medewerkers toe te vertrouwen. Ik vind dat gevaarlijk. Hè. Ik vind dat we dat meer naar binnen moeten trekken. Dat is juist heel de bedoeling van het traject. Hè. Dat wil daarom niet zeggen dat er totaal geen middelen zouden beschikbaar kunnen zijn. Hè. En dat is dan een antwoord op verschillende vragen. Van de 500.000 euro projectmiddelen zijn we nu aan het kijken welke we in het experimenteel jeugdwerk steken, welke in
andere projecten en mogelijk ook een deel, maar dat is allemaal nog te bekijken, ik heb niet op alle vragen tegelijk antwoord, we inderdaad in het masterplan van diversiteit punctueel zouden kunnen toewijzen. Maar de basis blijft voor mij wel, traag maar zeker, engagementen nu en acties, dan kan het allemaal ook iets sneller gaan. Vanaf een bepaald punt, het moet ook over een aantal jaren lopen, je hebt het terecht gezegd, hè, het gaat deze legislatuur beginnen, maar we gaan er daarna mee door, daar gaan we toch wel vanuit. En we moeten de problematiek niet naar buiten duwen met financiële middelen van gespecialiseerde medewerkers. Zelfs al kunnen die in bepaalde gevallen wel helpen, maar we moeten ze meer naar binnen trekken in het reguliere jeugdwerk. Dus dat zijn de krachtlijnen. Geef ons nu ook nog even tijd samen met de jeugdsector om dat verder mooi op punt te stellen en dan samen te bekijken in aanloop van 23 februari, was het geloof ik, hè? Ja. Dan een derde punt, de lokale besturen en de monitoring, hè, QUID. Ik weet dat er wat onduidelijkheid zou kunnen bestaan over, ja, maar zit dat nu op schema en gaat dat wel genoeg vooruit? Voor mij kan het nooit snel genoeg gaan en voor u ook niet, maar wij hebben toch altijd gezegd dat we aan dit tempo zouden werken en die engagementen proberen we dan toch te houden, waarbij we de tool voor onze interne monitoring, die, als ik het zo mag noemen, onze lokale monitoring, nu na een testfase gaan communiceren en uitrollen nog het einde van dit jaar met een website en een platform en dus duidelijke communicatie naar de sector zelf en naar de gemeentelijke verantwoordelijken. En waarbij dan de echte uitrol en de start rond februari, maart 2018 zal gebeuren. Ik wil toch nog even vermelden dat ik ook een andere complementaire tool met mevrouw Homans heb ontwikkeld. Niet zozeer voor de dagdagelijkse monitoring, maar om het jeugdbeleid in de, vanuit stedelijk en lokaal oogpunt te versterken. Dus dat is iets waar ambitieuze schepenen van jeugd, burgemeesters, jeugddiensten ook mee aan de slag kunnen. Maar dat is meer om, laten we zeggen, de volgende sprong te maken en niet voor de maandelijkse of jaarlijkse monitoring. Dit zal niet, of de eerste uitslagen daarvan, zullen niet volledig voorhanden zijn in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Anderzijds, ja, we hebben dan nog geen eikpunt, zelfs al hebben we nulmetingen en eenmetingen, maar we hebben geen eikpunt voor de monitoring als dusdanig. Dus de discussie over wat die monitoring dan met zich mee zal brengen en al dan iets zal blootleggen, die zullen we sowieso hebben. Laten we die ook maar voeren. Zelfs al zal de afwerking van het eerste jaar monitoring nog niet volledig achter de rug zijn. Maar dat zal ons niet beletten om toch met een aantal handvaten, misschien geen volledig overzicht, het debat te kunnen voeren. Het is ook goed dat, ik heb dat bij de toelichting van de beleidsbrief en de begroting gezegd, dat de reguliere lokale politieke debatten en maatschappelijke debatten en jeugddebatten op dit ogenblik door VVJ en de ambassade mee in gang gezet worden. Dan de provincies. Ik stel voor, want er was een meer algemene vraag van meneer Anouri over de onzekerheid in inventaris en de cijfers, dat we die nog eens apart schriftelijk meegeven. We hebben dat overzicht en we proberen dat ook zo goed mogelijk te communiceren. Al begrijp ik dat die onzekerheid maar zal weggewerkt worden op het ogenblik dat de middelen die men vroeger had opnieuw op de rekening zullen staan. Dat is normaal. Dus, maar we zullen dus dat overzicht nog eens geven, zodanig dat het dashboard dat we nu hebben om met feiten en cijfers de overdracht te realiseren, dat iedereen van datzelfde dashboard kan gebruikmaken. Er zijn een aantal punctuele vragen gesteld over het vijfpunt. Op dit ogenblik hebben wij inderdaad het engagement van formaat om te zeggen, kijk, wij nemen dit, de verderzetting van het provinciale vijfpunt, als ik het zo mag noemen, of het vijfpunt provinciaal, binnen als formaat en met de bijkomende middelen die we met de laatste beleidsronde gehad hebben, kunnen wij dit aan. Dus laten we zeggen, ik wil daar geen misbruik van maken, maar het is de organisatie die het zelf gezegd heeft dat ze het onder die voorwaarden kan en wil doen. En dan zeggen wij van, oké, dan gaan we daarmee vertrekken en kijken hoe dat op de best mogelijke manier gebeurt. Dus waarvoor dank ook voor dat engagement. Ik zeg niet dat de regel hoeft te zijn, mevrouw Rombout. Dat is niet direct wat ik gezegd heb, maar zo is het gebeurd. Uw vraag over de VVJ en dus de overname van daar de provinciale taken. U weet dat de VVJ een extra toelage gekregen heeft naar aanleiding van de beleidsronde van 35.000 euro en dat voor de provinciale taak overname daar dan nog eens 25.000 euro bij komt. Ook dat, en dat zal nu blijken, staat misschien in gespannen verhouding tot
de dienstverlening die tot nu toe op, in sommige provincies gebeurde, misschien niet in al evenveel. We zullen nu kijken hoe dit kan gebeuren. Ik wil hier toch ook wel een stuk, en dat zal dan pas de eerste maanden van 2018 blijken, de eerste jaarhelft, kijken in hoeverre het consulentschap dat vanuit de provincies voor bepaalde materies gebeurde, ook mee door onze administratie al dan niet een stuk kan ondersteund worden. Hè. Maar ik ga geen harde beloftes doen, omdat ik dat eerder wil zien van wat maakt de VVJ klaar met deze bijkomende, maar anderzijds beperkte middelen, dat besef ik. En hoe kan de overname van bepaalde taken van consulentschap van onze administratie, ons departement, daar een rol in spelen. Dus laten we daar toch ook wel een aantal maanden over gaan, tenzij u daar voor die periode verdere vragen om uitleg heeft, geen probleem, om daar een inschatting van te kunnen maken. Wat de provinciale jeugdraden betreft, ja, dus men kan, dat is natuurlijk een beetje die dubbelzinnigheid die in die overdracht nog altijd blijft hangen. Men kan natuurlijk, wanneer men dat zou willen, vanuit een integraal jeugdbeleid, wel nog altijd een provinciaal jeugdraad of een provinciaal adviesorgaan rond jeugd, maar handhaven voor de grondgevonden bevoegdheden, dat kan men. Hè. Dus in die zin zal het ook een beetje kwestie zijn van wat de provincies daarmee doen en hoe in de vorige vraag de VVJ daar al dan niet op inspeelt. Het JKP en zijn vervelling tot een meer actie, daar zijn we volop mee bezig. Wij zullen ook voor een aanpassing van het decreet ter zake zorgen in de eerste helft van 2018. Ik denk dat we daar allemaal op dezelfde lijn zitten, politiek, qua zichtbaarheid van de resultaten, qua meetbaarheid en ook in het overleg met de jeugdsector zelf. We zullen natuurlijk moeten zien dat we daar goed evenwicht houden, hè, want als binnen 2 jaar een nieuwe lichting parlementaire zou vinden dat er te veel acties en te weinig overzicht is, ik wil het niet op flessen trekken, dan ja, maar nee, het is heel moeilijk, zoals u weet. Ja, maar er zullen niet zoveel nieuwe verkozen zijn voor jeugd. Ik denk dat de kwaliteit dermate is dat we de meeste mensen hier gaan terugzien. Nee. Ik wil maar zeggen, we zijn inderdaad nu kritisch bezig om een beter evenwicht te vinden. Waar we het perfecte evenwicht vinden, dat zal nog moeten blijken, natuurlijk. Maar we zetten wel de stappen die nodig zijn om meer tastbaarheid mogelijk te maken. Dan zijn er verschillende mensen die gevraagd hebben hoe zit het nu met het jeugdinformatiebeleid en dus de taak die de ambassade is toevertrouwd geweest, hè, met de bijkomende middelen. Ik herhaal het nog eens. We zullen daar een stand van zaken geven van wat er dit jaar alleen nog zal gebeuren en opgestart worden en wat het dan betekent voor de zichtbaarheid ervan volgend jaar. Mijn medewerker zei me net dat volgende week dinsdag daar nog bijkomende vergaderingen over zijn. Dus we zijn dit à chaud aan het doen. Maar ik stel voor dat we daar een korte stand van zaken geven. Want wat zal er precies nog dit jaar gebeuren? En wat betekent dat dan voor de uitrol ervan in het volgende jaar? Er was ook een vraag nog van meneer Bajar over hoe de good practices in het diversiteitsplan, ik probeer soms alle dingen te clusteren, maar dat lukt niet altijd, dus ik ga eventjes naar achter terug, hoe de good practices rond diversiteit in het jeugdbeleid zullen hardgemaakt worden. Ten eerste, ik heb het al gezegd, delen via de jeugdsector zelf, maar niet zomaar, zou ik zeggen, vrijblijvend delen. Het delen zal ook, zoals ik net stelde, tot engagementen leiden. En er is natuurlijk ook het onderzoek waarmee we in het algemeen, maar dan toch in het bijzonder de bruggenbouwersprojecten nu begeleiden, wat toch ook wat meer, zou ik zeggen, grondslag zal geven aan wat echt een goede praktijk is en wat misschien minder bruikbaar is. Hè. U weet ook, u kent nog eens het oude gezegde dat ik onder het stof haal. Hè. There are not necessarily good practices, there are only good people. Hè. Dus ik wil het daarmee ook niet doen. U moet vanuit een beredeneerde goede praktijk vertrekken, maar het is niet uw goede praktijk. Het zal mij maar interesseren wanneer ik er een bepaald eigenaarschap over ontwikkel en voel van, ja, dit is mijn idee ook en dit wil ik doen. En wanneer het gewoon overgebracht wordt van, kijk eens hoe het kan gebeuren, is het niet genoeg. Dus we zullen die brug natuurlijk daar wel moeten leggen. Dan is er door meneer Bajar ook gevraagd, ja, hoe zit het met heel het criterium stedelijkheid, jeugd, werk, integratie daarvan in ons beleid. Morgen, hè, is het zo, dat Intercity Youth Congress, waar ik overal
waar ik ook al over gesproken heb, dat zal plaatsvinden en daar zullen opnieuw nieuwe conclusies en nieuwe beleidsaanbevelingen kunnen uit voortvloeien. Dus het is een work in progress. Dan was er ook een vraag van meneer Bajaar, die nogthans al in het verleden beantwoord was over waarom wordt er geen formelere samenwerking tussen jeugdbewegingen of jeugdgroeperingen rond uitlenen van materiaal en kampmateriaal mogelijk gemaakt. Puur omwille van fiscale redenen. Hè. Dus met andere woorden, dit leek even een ideaal idee, een platform voor iedereen transparant en voor iedereen raadpleegbaar. Maar als de ene groep aan de andere uitleent, dan ontstaan er bepaalde economische transacties die niet zonder fiscale gevolgen blijven. Laten we dit maar zoveel mogelijk uit het jeugdwerk houden. Hè. We zijn voor de formele samenleving voor bepaalde dingen, maar de informele samenleving kan soms ook goede resultaten hebben. Dus we proberen dat, of men probeert dat beter, binnen de jeugdsector zelf te organiseren, zoals het ook gaat. Dus het is alleen voorgelegd, hè, maar na enige nadenken was het niet het beste idee. Er zijn een aantal mensen die gevraagd hebben wat met het delen van infrastructuur, hè, school, sport, jeugd. Het is nog even te vroeg om daar conclusies al te kunnen uittrekken. Hè. Het is maar net opgestart. Er worden daar inderdaad fikse middelen vanuit onderwijs voor vrijgemaakt. De contacten die wij hebben met onderwijs zijn aan de gang. Misschien kunnen wij ook een korte stand van zaken geven van hoe die gesprekken nu aangevat zullen worden en welke doelstellingen we daarbij hebben. Maar het is nog te vroeg om daar iets concreets te kunnen over zeggen. Meneer Hanouru, je had nog een vraag gesteld over een bepaald onderzoek waar ik in mijn beleidsbrief naar verwees. Blijkt dat dit een dieptebevraging binnen de sector zelf geweest is. Maar ik kan u nog de tekst en uitleg ook schriftelijk geven van waarover dit dan juist ging. Hè. Maar daarmee kunt u al iets meer kaderen waarover het ging. Ik heb uw kritiek gehoord op het masterplan bivakplaatsen. Traag en te weinig ambitieus. Enerzijds is het inderdaad, het klopt dat van in het begin van het lanceren van dat masterplan de sector gezegd heeft, mag het iets ambitieuzer. Anderzijds hoor ik wel uit dezelfde rangen dat er tevredenheid is over de vooruitgang. Dat evenwicht wil ik mezelf toch wel gunnen. Hè. En dus effectief, het is iets waar we verdere vooruitgang stap voor stap in zullen maken. Bijvoorbeeld het proefproject van de lijn om groepen makkelijker naar hun bivakplaatsen te krijgen, wat maar inderdaad partieel, wegens enigszins late communicatie en late uitrol bij deze lente, deze zomer, is kunnen gebeuren. Daar zullen we verder naar gaan. Het verslag van dat proefproject verwacht ik eind deze maand. En ja, is ter bespreking in december of in januari, wat dan de volgende stappen zullen zijn. Hè. Het klopt wel, mevrouw Soens, dat het best is om dat dan niet te lang koud te laten worden, want als we daar bepaalde gevolgen of conclusies willen uittrekken en willen doortrekken naar de volgende zomer, dan moeten we niet wachten tot met Pasen natuurlijk. Hè. Maar dus, u weet nu, het verslag eind deze maand, geef ons dan nog wat tijd om dat samen met collega Weitz te bekijken en te appreciëren. En ook met collega Schouwvliegen binnen de taskforce van het masterplan, maar dan hebt u toch tenminste een benchmark. Dan ga ik even verder. Een aantal vragen heb ik al kunnen beantwoorden. De vraag van mevrouw Soens, of de begrotingsvraag van mevrouw Soens over de 183.000 teruggevorderde subsidies, die zullen we schriftelijk bezorgen. Er is in elk geval bij mijn weten geen soort strafexpeditie geweest van ergens verdoken terugvordering van subsidies. We moeten nu kijken, gaat het over verenigingen die gestopt zijn of die in bepaalde engagementen die ze gingen halen, bepaalde boekhoudkundige resultaten of financiële doelstellingen die gehaald hebben. We geven u in alle transparantie het schriftelijk antwoord. We geven u ook, in de mate dat dat mogelijk is, maar dat moet mogelijk zijn, ik vind dat een pertinente vraag, het overzicht van de loonkredieten van ons apparaat, van onze administratie, dat we overnemen van de provincies en wat dan aan jeugd en aan cultuur besteed wordt en ook eventueel van waar het kwam, zodanig dat dat zo helder mogelijk is. Al die vragen antwoorden we zo snel mogelijk. Ik kan me nu bijvoorbeeld inbeelden dat deze vraag misschien iets langer op zich kan laten wachten, maar u hebt ze gesteld, u zal ook een antwoord krijgen. Het communicatieplatform, want daar ging het dan toch over, hè, van de ambassade, wat met het mede-engagement van welzijn. Hè. Wij zitten daar deze dagen met hen over aan tafel, dus we voelen daar een bepaalde bereidheid. En we zijn aan het kijken wat daar de samenwerking ook in financiële middelen
wat daarvan bijkomend mogelijk is. Een andere vraag, steeds weerkerend. De gislaag in de jeugdsector. Ik kan u vertellen dat toch al 2/3 van de gemeentebesturen nu mee zijn met het werk dat hen gevraagd is. En we zitten nu verder samen met de ambassade om te bekijken welke stappen er erbij komen nog nodig zijn om dat volledig te kunnen doen. Dit gaat inderdaad tergend traag, maar ik kan mij inbeelden dat vanuit perspectief van lokale besturen, daarmee zeg ik helemaal niks verkeerds over hem, dat dit tot de perifere taken van bepaalde ambtenaren zal behoren wanneer er nog eens tijd is. Hè, terwijl de gislaag voor bepaalde andere fiscale of onroerende aspecten voor bepaalde operaties in de gemeente belangrijker is, zal de jeugdlaag perifere zijn. Maar goed, ondertussen is er toch al een grote groep van gemeenten die mee is en dus ook dat gat moeten we verder kunnen toerijden. We zullen u ook de stand van zaken geven over uw vraag over de hostels en de jeugdverblijfcentra. Ik heb daar op dit ogenblik geen nieuwe informatie over. Er was een vraag van uzelf en ook van mevrouw Van Eetvelden over tenten. Op dit ogenblik, ga daar duidelijk in zijn, op dit ogenblik zal gewoon het normale budget van €317.000 in 18 nogmaals aangewend worden. Ik ga geen uitspraken doen over een derde verhoging na de vorige twee. Dat kan, maar dat zal ook afhankelijk zijn van de... We gaan natuurlijk ook nog eens deze zomer kijken van hoe ver zitten we nu ook bij het perfecte of het best mogelijke evenwicht. En dan de mogelijke bijkomende vragen die er kunnen zijn, ik sluit dat niet uit, te gepaste tijden bekijken. Dan, wat betreft de nieuwkomers straks, daar waren ook vragen over, geloof ik, zowel van mevrouw Van Eetvelde als... Of mevrouw Soens en... Was het? Nog iemand anders, excuseer. Zitten we met jeugd en toerisme daarover samen, om te kijken hoe daar verdere stappen kunnen gezet worden. Maar dat heeft ook te maken met, het overtuigen van de lokale besturen om daar zo redelijk mogelijk in te zijn. Ik spreek over overtuigen, hè. Dat is dus niet afdwingen. Het Europees Solidariteitskorps was ook een vraag. Wat staat het daarmee? Wat met de uitrol? Wel, deze week, dat wil zeggen de week die nu volgt, is dat de bedoeling dat we gezegd hebben? Deze week zullen eindelijk de practica uit de Europese Commissie bekend zijn. Zullen die ook meegedeeld worden aan Jint en zal Jint de bijkomende middelen, zoals u weet, die we daarvoor hen hebben kunnen vrijmaken, aanwenden om te kijken hoe een en ander gaat. Dus dat zit wel in een normaal uitroltiming, maar neemt allemaal wel wat tijd in beslag. Indexering van de middelen, meneer Van der Wouwen, mevrouw Soens, ja, maar ik heb daar geen concretere engagementen of nieuwe elementen ten opzichte van hetgeen ik daar in het verleden, naar aanleiding van de vraag van meneer Anouri, over gezegd heb. Hè. Dus, er is wel één ding. Hè. Meneer Van der Wouwer heeft er trouwens op gealludeerd. Ik heb inderdaad in mijn reguliere overleg met de Vlaamse Jeugdraad vorige week al met hen afgesproken dat zij, laten we zeggen, de diepte daarvan wat zouden inschatten. Hè. Ik bedoel daarmee, in principe is het simpel om te zeggen, als men x keer geen indexering gehad heeft, dan leidt dat tot dergelijke derving. Maar we willen dat bekijken ook in de verschillende subsectoren van jeugd, cultuur en andere, wat dat dan juist betekent. Ik heb daar een dubbele houding tegenover. Ik heb dat ook aan de mensen van de jeugdsector gezegd. Enerzijds wil ik waar ik kan die indexering waarmaken, continueren en garanderen. Anderzijds probeer ik mensen te behoeden voor een metafysisch ongeluk om te berekenen wat zij in hun leven niet gehad hebben en hoe hen dat zou gelukkig kunnen gemaakt hebben mochten ze dat wel gehad hebben. Ik begrijp wat ik bedoel. Hè. Ik bedoel daarmee dat dat is geen lichtzinnige discussie. Die indexering is een Belgisch systeem, zoals we weten. In andere landen bestaat dat niet of nauwelijks. Maar we moeten opletten, de overheid mag zich niet rijk rekenen. Hè. Wordt wel eens gezegd, vooral aan de minister van Financiën. Maar de sectoren moeten zich ook niet arm rekenen. Hè. En het debat over de diepte van die niet-indexering wil ik nu met hen verder aangaan en zullen we verder bekijken. Zodanig dat ik ook betere argumenten heb ten aanzien van mijn collega's, hè, om dan te zeggen van... We zouden toch nog moeten zien dat we moeten doen wat we kunnen doen en wat we moeten doen. Goed, heb ik geloof ik... Ja, dus de één meting, ik herken hè, mevrouw Soens, dat de lezingen of de gevoelens of de rationele interpretaties, beide,
bij de presentatie en de lezing van dat rapport over die eenmeting dubbel kunnen zijn. Hè. Daar waren goede en daar waren slechte elementen. Het is niet aan mij om te zeggen dat het allemaal goed was. Het is misschien ook niet aan u om te zeggen dat het allemaal slecht was. U doet dat ook niet. Hè. En dus in die zin proberen we te zien, ja, wat kunnen we daar nu mee doen? Ik zou daar voorstellen, ik heb vorige week in mijn toelichting toch wel een aantal heel precieze punten gegeven waarin we die plek van inspraak van jongeren in het lokale jeugdbeleid versterken en aan het versterken zijn. Hè. Dat er toch al minstens een gedeeltelijk antwoord kan genoemd worden op een aantal slechte tendensen in die eenmeting. En dat is hoe ik het wil doen met precieze initiatieven op terrein en daarom niet altijd met grotere ingebedde beslissingen. Nu ben ik even aan het kijken. Ja, dat heb ik beantwoord. Je kunt dat niet controleren als ik zeg dat ik beantwoord. Het kan zijn dat ik het niet beantwoord heb, maar als ik zeg dat ik beantwoord heb, dan hoor ik de vraag wel. Excuseer, hè. Na vele uren concentratie en scherpte moet er bij mij altijd een grapje af, dat heb je wel al gemerkt. Dat is bij deze gebeurd. We gaan weer serieus zijn. Ik heb jammer genoeg geen verdere evoluties. Mevrouw Soens was dat nog altijd. In verband met de BTW-problematiek over de renovatie van de jeugdlokalen. Ik beraad mij dus over verdere stappen om u volgende keer een iets beter antwoord te kunnen geven. Ik heb wel beter nieuws over het jeugdwerk voor jongeren die in jeugdinstellingen zitten. Daar hebben wij toch met onze collega's van Welzijn een budget van 60.000 euro kunnen vrijmaken om enerzijds een draaiboek van hoe we bepaalde dingen kunnen verbeteren vast te stellen en de procesbegeleiding op het terrein dan ook concreet te bekijken voor het volgend jaar. Meer informatie wil ik u wel geven, maar daar hebben we toch, het was u die daar een vraag om uitleg gesteld had, een aantal bijkomende concrete stappen kunnen zetten. En trouwens ook dank aan de collega van Welzijn daarvoor. Ja, dat heb ik geantwoord. En dan kom ik stilaan naar bijna het einde. Ja, dus er was nog een vraag van mevrouw Van Eetwelde over de versterking van de coördinatie van het vrijwilligerswerk. Inderdaad, ik heb dat vorige week al aangegeven of mogen aangeven. Het steunpunt, zijn rol, zijn werking wordt wel degelijk versterkt om dat samen met ons te kunnen waarmaken. De buitenspeeldag. Ja, ik kan uw mening principieel delen dat het iets meer zou mogen zijn dan één dag per jaar. Dat zouden we op zichzelf allemaal willen. Wat we wel proberen natuurlijk, dat weet u, is om met de oproep voor het label kindvriendelijke gemeente en dat eigenlijk ook in die zin meer te verdiepen en te verankeren in de deelnemende gemeente, in de gemeenten die zich daartoe geroepen voelen. Hè. Ik wil wel bekijken hoe wij daar nog meer en beter kunnen doen. Ik weet ook wel dat één dag daar de aandacht op vestigen niet alles kan oplossen. Maar er is toch ook, laten we zeggen, een verhouding met de rest van het jeugdbeleid om op lokaal vlak met een aantal trekkende partners, dus gemeenten, laten we zeggen, die in de kopgroep zitten, daar een aantal zaken te verbeteren. U had ook nog een vraag, mevrouw Van Eetvelde, over het concept redelijke aanpassing binnen hele diversiteit. Kijk, dat zal ook aan bod komen tijdens de dag van de diversiteit, maar dat is die fameuze bladzijden of twee bladzijden in mijn beleidsbrief van vorig jaar, die nu hernomen wordt, waar heel altijd het spanningsveld zit tussen een aantal zaken moeten wij aan elkaar kunnen koppelen. Dus diversiteit binnenbrengen in de jeugdsector, ook op niveau van de jeugdorganisaties. En dan gaan daar processen van redelijke aanpassing mee gepaard. Met redelijke aanpassing bedoel ik, ik heb het u al verteld, dat is een concept dat uit Canada, Quebec komt eigenlijk. Dat men, zou ik zeggen, tussen degene die zich meer openstelt, want niemand stelt zich principieel niet open, degene die zich meer openstelt en degene die wenst meer aan te haken tot het reguliere jeugdwerk, wat dat dan betekent voor de evolutie van dat jeugdwerk. We willen daar een soort algemene afwegingsmethode aanbieden, maar men zal dat toch ook op niveau van de groepen zelf moeten doen. Hè. Het is niet dat er een soort hard draaiboek is, maar het is te bekijken van hoe kunnen we dit nu verbeteren. En natuurlijk het spanningsveld van de redelijke aanpassing binnen zoveel mogelijk reguliere jeugdwerkingen. Daar staat dan tegenover dat in bepaalde gevallen het categoriale spoor ook nog altijd soelaas kan brengen. Zelfs al is dat wat mij betreft meer de uitzondering dan de regel. Hè. En dat is ons debat over de, zou ik zeggen, de eigen groepen tussen aanhalingstekens binnen voor allochtone jongeren, binnen jeugdbeweging en dergelijke meer. Hè. Daar verwijs ik dus naar dat debat.
Maar weet je, we zullen die zaken nog eens echt op scherp kunnen stellen en er diep op kunnen doorgaan met de Dag van de Diversiteit. Dus dan gaan we hopelijk daar een aantal concretere stappen verder in kunnen zetten. Ja, en dan... Oké. Ja, meneer Van der Wouwer, uw vraag specifiek rond waarom de bovenbouw niet heeft mee kunnen genieten van de investering. Ja, daar moet ik eerlijk zeggen dat, aangezien we daar ook gelukkig in een zekere voorafname ook via de beleidsnota's hen meer hebben kunnen honoreren, dachten wij dat in dit geval dit al een interessant perspectief kon bieden. Maar ja, voor de gelijke behandeling. Oké, uw vraag is pertinent, maar laten we zeggen, iedereen is erop vooruit gegaan. Dat is al een goede zaak, maar daar is die afweging eigenlijk gemaakt. En dan de afweging die misschien niet door iedereen gedeeld wordt, dat in budgetair moeilijke tijden, zelfs al zijn ze nu wat normaler en iets ruimer, dat de investering richting terrein voor mij nog altijd net iets zwaarder weegt dan bovenbouw. Maak daar geen geheim van. En de rest heb ik denk ik beantwoord. En mocht dat niet zo zijn, voor de tweede ronde, voorzitter, we zijn klaar, zou ik zeggen, of toch iets in die zin? Ja, iets in die zin, denk ik. Dankjewel, minister. Collega's, zijn er nog vragen in de tweede ronde? Of was de minister echt exhaustief? Heel volledig en diepgaand. Hebt u nog andere punten, dingen die niet beantwoord zijn? Niemand steekt zijn vinger op. Minister, fantastisch gedaan. Dan denk ik dat we deze zitting hierbij ook afsluiten, collega's. We doen nog zo biedt een korte regeling van de werkzaamheden. Een vraagje van Tine Soens over jeugd. Minister, we zien elkaar terug straks voor cultuur. Deze middag is cultuur. En volgende week is het in de voormiddag media. Zo is het. Dank u wel.